Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze excursievlog. Ja, we zijn vandaag niet in de werkplaats, maar we gaan naar Nederweert. Daar gaan we namelijk naar de werkplaats van BAIV. En BAIV, dat staat voor British American Infantry Vehicles. Zij restaureren legervoertuigen. Ja, ik ben erg benieuwd. We gaan even kijken. Laten we binnen kijken. Ja hoor. Heren. Goedemorgen. Zo. Kijk eens, ja, mooi dat wij even langs mochten komen. Met een netje kapje dan. Ja, precies. Ja. Ik heb hem even opgezet. Ik denk... Hey. Voor de eerste kennismaking. Ja, wel. Een koffie hier. Nou, lekker. Ja, lekker. Dat is ik wel. Ja, mensen vragen het ook altijd aan ons, van waarom hebben jullie geen muziek in de werkplaats? Maar dat nou, mag niet vanwege... Ja, sorry, we moeten even de radio uitzetten. Het is altijd na, komen we ergens filmen, dan moet meteen de hele werksfeer verzieken dat het radio uit moet dus. Ja. Hé, hey, maar Ivo en Ivo. Ja, jullie nog een senior. Ja. Wij mogen dit bedrijf vormgeven. Welkom. Dankjewel. Van onze werkplaats. Hè? Zo. Ziet er netjes uit, hè. Dit is de ingang eigenlijk waar we net staan, dat is boven is onze entresol eigenlijk, daar hebben we onze opslag liggen. Maar hier hebben we wel een soort intrede geprobeerd te maken dat je wel gelijk weet wat we hier doen. Dat is vrij duidelijk, ja. Je kan niet missen. Ja. Hè? En je kan hier net geen tankje zetten, maar de schut lukt wel, pas net. Niet al te groot, maar wel een... Ja, dit was net wel bijzonder wat jij net vertelde. Ja, dit vertelde je net over, ja. Hè. Hey, deze die hebben wij hier, zo heb ik zwaar, joh. Het verhaal weet je al, je hebt een Mazdaatje en je plakt er een Corvette sticker op. Dan heb je ook iets, dan heb je een Amerikaanse auto of zo. Want dit is eigenlijk een Engels kanon, maar ze hebben hier in USA mee opgezet. En ik dacht ook, ja, die man wil gewoon uitbeelden dat hij een Amerikaanse kanon heeft. Er is een tijd geweest dus dat er minder dan 105 mm munitie was. En dat ze nou... Ja, Battle of the Bulge net gehoord. Ja, de Amerikanen hebben toen dus Engels geschut geleend. Omdat ze zelf door munitie heen waren. Dat probleem heb ik ook altijd. Mensen willen altijd alles lenen en dan komen we niet meer terug. Ja. Dus dat is niet best. Dat is ook wel gegaan. Lenen zonder terugbrengen. Ja. Komt uit België. Ja. Schiet ook nog. Prachtig ding. Wij mogen dat ook, hè? Ja, wij mogen niet schieten, maar wij mogen die dingen in principe, ze noemen het dan live, dus wij mogen ze scherp behouden. En uiteindelijk is dan vaak de vraag, degene die dan dit is een collectie wil toevoegen, wat voor vergunning heeft hij? Hè? Bijvoorbeeld, jij precies. Bent nou bezig met je vergunning, dan mag je zo'n ding vaak op een bepaalde manier onklaar hebben. Maar er zijn ook mensen, even buiten Nederland denkend, die mogen bijvoorbeeld zo'n ding wel live hebben. Dus voor ons is het vaak even afwachten. Moeten we, volgens welke richtlijn moet die onklaar? En we zitten nu wel binnen één Europa, dus er komt uiteindelijk wel één richtlijn. Maar het is nu nog wel, je hebt de Nederlandse onklaarmaken van wapens. De tank was al onklaar gemaakt, maar dan volgens de Engelse norming, Birmingham zet ja, erbij. Ja, toch weer anders. Ja, maar dit is anders, ja. Dus hij is nu dubbel onklaar gemaakt. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat één Europa is, hè, want voor kleine wapens hebben ze dat wel al. Hè, dan heb je EU-certificaat, alleen voor grote kalibers. Dat is .50 en meer, dat is nog niet. Een van de 248 die gebouwd zijn voor het Zuid-Afrikaanse leger. Het is een echte Harley, want staat de schaal om. Ja. Het systeem is ook daarom berust, hè? Als je niet meer lekt, dan als je schiet je mis. Dan is de olie op. Precies. Ja. Automatisch vervestigingssysteem. Ja, apart ding. Het loopt als een Harley. Dat heb je alles gezegd, denk ik. Ja, wel een super raar ding, hè? Het werkt altijd heel veel publiek als er zo'n ding staat, want het loopt eigenlijk voor gemeten. Maar dat is wel het... dat is wel weer de indruk van een echte Harley. Want het zijn eigenlijk twee zuizen die dit doen, hè? Dus dat kan nooit. Normaal heb je eigenlijk dit. En dat loopt veel mooier. Maar ja, dat is zeker. Ja, dat is natuurlijk heb je een dooppunt. Ja, en hier een Comet. En die zijn we nou eigenlijk aan het restaureren. Je ziet hier eigenlijk, dat heeft ook heel lang. Ja, dat ken je denk ik ook wel. Dat sommige dingen best wel ver gaan roesten op een gegeven moment. Dat gaat toch in. Wat wij... Dit laten wij wel vaak zitten. Vroeger hebben we ook wel eens dingen ooit geplamuurd. Maar dat vinden we eigenlijk toch niet meer dat... Nee. Het is toch uiteindelijk het is oud, hè? Het is oud. En dat laten we tegenwoordig ook zitten. Dus dat niet helemaal strak is, geeft ook zijn authenticiteit aan. Dat klopt, dat hebben wij ook niet bij ons niet. Nee. Dan ziet het hier heel erg ook, ja. Ja, dat is soms, dan komt hier wel eens flatboard, dus eigenlijk zul je dit niet helemaal zien. Want eigenlijk als je zo'n voertuig denk ik wel van dichtbij ziet, je ziet hier toch echt best wel putting in zitten. Ja, inderdaad. Ja, daar heb ik ook echt over na zitten denken, omdat vooral bij ons in de koepel, interessante discussie, koepel, we hebben hier koepel en daar toren, dus dit is ook nog een interessante discussie. Ja. We hadden het er net al over, want we kwamen net binnen, we hebben een bakje koffie gedronken net, en toen ging het erover over
Toen had Ivo Senior het over de toren en toen kwam Ivo Junior en die zei toch weer koepel. Dus toen houden het er ook. Ik zei, dat is grappig, want het is een discussie die ook elke keer in de comments weer naar voren toe komt. Hè? Of nou koepel of toren is. Ik noemde dus eigenlijk meer dan de toren, hè? De turretring. Ja. Dus ik zou er geen koepelring. Ja, ik weet niet, het klinkt traag ook. Koepelring. Ja, ik noem het dan wel een koepelring. Ja, okay, Dus vaak als je met heel veel mensen in één ding aan het werken bent, ergens aan, dan heb je ergens een naam voor en dat wordt het dan. Maar als je met een klein team werkt, dan is daar al heel snel discussie over. En dan moet je dingen noemen zoals je denkt dat het. Maar wat trouwens wel grappig is in deze tanken, is dat ze toen ze dit ontwikkeld hebben. Eigenlijk lijkt het heel erg op een Cromwell. Ze wisten toen al dat die bepansering die hiervoor zit, als je die eigenlijk recht maakt, dat het eigenlijk helemaal niet zo gunstig is. Want dat dit veel beter is, omdat eigenlijk als een kogel hierin gaat, dan moet die eigenlijk door, omdat het schuin staat, moet je door meer staal. En dit is eigenlijk, je gaat door die dikte heen en is klaar. Maar omdat dit op een Cromwell gebaseerd is, wisten ze eigenlijk al dat dit niet gunstig was. Maar om toch die productie te versnellen en te zorgen, want de mallen om dit in elkaar te lassen waren. En het ging hem vooral dat ze daar grote kanon die op konden zetten. En dat zijn 17 ponden. En dat was eigenlijk vooral waar ze op. Ze wisten eigenlijk al dat dit niet gunstig was. En je ziet ook daarna de Centurion, hebben ze ook gelijk. Maar ja, daar hebben ze gewoon een nieuwe mal gemaakt. Maar ze hebben hier nog een stripje op geprutst, hè? Om nog een beetje af te laten. Af kan buigen. Ja. Maar wat ik altijd wel grappig. De Engelse. Ja, als je ooit een Engels voertuig hebt gerestaureerd. Dat is. Dan heb je een aparte sleutelset nodig. Ja, in ieder geval, het is allemaal BSW en wit wordt, hè. Dus het is ook allemaal draad die wij niet meer kennen. Ja. En de Engelsen hebben iets af en toe gemaakt op een manier zoals de Duitsers ook de ontwikkeling deden. Af en toe veel te moeilijk. Maar dan is het gat eigenlijk een soort van zongekoop. En de Duitsers hebben daar helemaal geëngineerd. Dus alles wat hun monteren is konisch. Ja. Dus de bouten in een huls en in Duitsland zijn zo gevormd. Ja. Oeh joh. Terwijl de Amerikanen gewoon rechte bouten hebben. Maar dat is dan eigenlijk de schacht van de bout. De draad is uiteraard wel gewoon recht. Ja. Maar dus de schacht is. Ja. Maar dat gaat vast zitten. Dat gaat echt vast. En het nadeel is daarna ook dus dat de draad die ze die tijd gebruikt. Hè, de Duitsers hebben natuurlijk wel dingen gestandardiseerd. Maar de standaardisatie van toen, dat was net geen metrisch. We hebben bij die type 69 hadden we heel veel fijn metrisch. En dan ben je ook al heel beperkt in de lengtes van bout natuurlijk. Want we hebben heel veel bouts allemaal afgeslepen. Wat is de hele filosofie erachter? Is ballistisch, hè? Als je inderdaad een bout hebt en je zou hierop schieten. Ja. En het is gewoon een rechte bout. Dan klapt uiteindelijk de moer, wordt gewoon de projectiel aan de binnenkant schieten. Ja, en de moer, als die goed op je afkomt. Dan gaat hij gewoon doorheen. Er zit geen moer achter. Nee. Dus dat is nog verder. Hè. Dus je moet deze tank, als je die bestraalt, hij moet alles optappen. Dat maar is dit is ook wel redelijk uniek. Wat je ziet eigenlijk bij deze is dat ze hebben natuurlijk met torsiestangen. Hè. Dat zijn eigenlijk die veers. Dat zit ook in de 69. Ja, klopt. Ja. Dit is dan die Christie suspension eigenlijk. Je ziet hier eigenlijk die veer in. Ja, eens kijken. Wat bij ons zat inderdaad, je hebt dan een draagarm. Dan ligt er een torsiestang eigenlijk naar de overkant van het voertuig. Ja. Daar zit hij vast. En hier zit hij vast in de draagarm. Dus die torsiestang die tordeert. Als hij inveert. En dat is eigenlijk de veer. Maar deze die heeft dus gewoon hier zijn veer zitten. Die ligt hier in die buis. Daar zit denk ik gewoon een schroefveer in zeker? Ja, hier is de veer en hier heb je een demper. Nee. Alleen de middelste heeft geen demper. Omdat uiteindelijk het middelste wiel doet niet natuurlijk niet zo veel. Nee. Hier is toevallig, wat dit zo toegepast is hier dus ook jouw tank is eigenlijk aan de andere kant spiegelbeeld exact hetzelfde. Als je torsiestangen hebt, weet je dan, die kunnen niet op dezelfde plek liggen. Ja, die gewaarwording, dat vond ik echt erg toen ik daarachter kwam. Dat zag ik dus pas bij die type 69. Ik denk, hoe kan dat nou? Want die draagarmen zitten toch tegenover elkaar? Hoe kunnen dan die torsiestangen zo zitten? Ja. Maar dan komt dat ze net versprongen zijn. Stel dat nou hier dit ding kapot is, dat betekent dat je gewoon echt alles bijna, dan moet je tot hier demonteren. Je zei al, als dit konisch is, dan gaat er maar aan staan. Wat je ook overal in die Engelse pansering ziet, is dat het allemaal panzerplaat, het is allemaal gericht naar de rand en daarom zitten al die kerkjes. Ja. De Engelse pansering zie je overal. Ja. Daarom is het ook zo bewerkelijk geweest. Ja. Je Amerikaans steeds helemaal niet. Nee. Nou, dit is ook wel, want je hebt eigenlijk, onbedoeld hebben ze nu ook eigenlijk een spaced armor gemaakt zo. Ja. Toen in die tijd hadden ze het. Ja, er was wel heat. En heat zegt eigenlijk dat je eigenlijk iets hebt. Ja, die high explosive. Dat je eigenlijk een heel klein gaatje maakt eigenlijk. En het idee is dat je eigenlijk het materiaal waar je hiermee smelt, hè, dat een balletje vormt.
En daar kan dat in de tank. Dat is eigenlijk het beste ja, is. Met die konische laan. We hebben het uitgezocht omdat we bij die Titan 69 hebben die hekwerken gemaakt. Ja, om het kapot te maken. Precies. Ja, en dat is eigenlijk door die holle lading. Omdat daar dan eigenlijk een tegengestelde konis in zit. En hij klapt er tegen, dan wordt dat materiaal eigenlijk, ja, dat spuit zo naar buiten en krijg je echt een jet. Ze noemen het een stekel wat eruit komt. De temperatuur op dat moment, als dat binnenkomt, dat stijgt naar zo'n mate dat je eigenlijk al bijna gekookt wordt door de temperatuur. Het idee is dat je eigenlijk, op een gegeven moment ging ze steeds meer pantsering maken en dan kon je er natuurlijk niet meer doorheen. En toen hebben ze iets bedacht dat ze er wel weer doorheen kunnen. En nu zijn ze weer aan dingen aan het bedenken, hoe kun je dat dan weer tegenhouden. En dat is dan zo'n rekje bedenken is heel simpel, hè? Want dan maak je eigenlijk projectiel. Ja, dus die holle ruimte is beschadigd. Ja, beschadigd, en dat werkt helemaal niet. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld reactive, dus dat je als C4 ja, en zo. Ja, die in principe. Dus er zijn wel heel veel ideeën al en extra ruimtes opbouwen. Onderkant, dat is gewoon 12 mm die tanks. Dat is gewoon helemaal niet sterk. Omdat ze waren toen helemaal niet bang voor bermbommen, maar ze tegenwoordig. Ja, tegenwoordig dus hebben ze echt zo'n punt. Er zitten overal die persdingetjes, Ja. En als je ziet hoe vaak er geperst is, dat zul je ook heel vaak zien, dat je dingen nieuw moet namaken. Klopt. En dat gewoon heel moeilijk is, omdat met de hele tegenwoordige techniek al kunnen we er veel meer. Dat heel moeilijk is dan steeds. Omdat ze toen maakten iets handmatig. Conventioneel. Ja, ambachtlui ook. Een machine en dan zit een aanslag op. En als die zegt, ja, nee, zover aanslag doe ik niet. Want oh, dat zetten, hè? Ja, vroeger konden ze gewoon deze gewoon zo'n randje zetten. Nee, dat klopt. En ook veel onderdelen die natuurlijk niet gezet zijn, maar echt geperst. Ja, geperst. Maar ik heb bijvoorbeeld ook onderdelen laten zetten dat die ik naar de rand kom in de slijptol in vorm geslepen heb, omdat dat inderdaad echt niet kon. Dus daar heb ik extra materiaal eraan laten zitten, wat ik dan naar de rand eraf haal. Je wordt er wel inventief in, maar ik vind het altijd wel bijzonder om te denken dat iets wat wij vroeger konden maken, dit zou je hedendaags, ook niet voor dat geld natuurlijk meer, maar dat zou gewoon niet meer lukken. Hopelijk komen er meer mensen die in de techniek geïnteresseerd zijn, want daar hebben we wel nodig natuurlijk. Ja, zeker. Maar gewoon ambacht ook. Dus tegenwoordig is het ook helemaal niet meer, lijkt ook niet meer cool of zo als je echt gewoon echt een ambacht kan. Iemand die keigoed kan lassen. Ja. Ik vind dat schitterend om te zien. Maar ik was gisteren vind ik echt mooi. Bij een jongen die zit aan de opleiding lassen is hij aan het doen. En dat is dan ook wel bijzonder om te horen dat zijn pa dan ook kan lassen. Maar ja, die heeft net gewoon zelf geleerd. Hè. En dan nou kan zijn zoon eigenlijk een beetje lassen en zeggen, maak jij mijn poort maar. En toen was hij echt trots op dat die poort gewoon niet krom was. Terwijl als hij hem zelf had gelast, dan was het gewoon, dan moest hem een beetje goed aanduwen en dan sluit de poort mooi. Ja, dit is eigenlijk zelfs een boksenmotor, maar dat zit eigenlijk, de hul is bij de straler, maar dat is eigenlijk een M44 waar die in zit. En dat is een artillerievoertuig. Het is eigenlijk een luchtgekoeld Amerikaans blok en daar hier zie je wel heel erg lang de Amerikaanse degelijkheid. Het is allemaal uitwisselbaar en die stukken en zo. Bijvoorbeeld die katten die hieronder zit, die past ook onder een ander blok gewoon. En dat vinden wij allemaal helemaal tegenwoordig, maar de Engelsen, daar had je zes verschillende types en één paste wel als je hem een beetje bijvelde. Dat is echt, want wij die blokken wel eens uit elkaar gehad, maar die moet je gewoon bij elkaar houden, want daar past niks los van elkaar. Oei, dat is in één opspanning gemaakt, zo, dat ze die onderdelen in elkaar geschroefd hebben en toen verwerkt. Dus er zit veel meer, als je deze manuals ook ziet, als je dit gaat blok uit elkaar halen, daar zijn hele boeken van. Een Amerikaan, daar hebben ze de gedachtegang, ze hebben geschreven voor iemand van 12 jaar oud. Voor ons heel makkelijk, want als je niet helemaal goed Engels kunt, er staat zoveel tekst en zoveel plaatjes, daar kom je eigenlijk al uit. Als je bijvoorbeeld kijkt, die Engelsen, die gaan er echt vanuit dat je echt iemand hebt die hoog intelligent, specialist is. Dus dan heb je een boek en dan blader je in en dan staat ergens een verhaal. En dan kunnen we nog ergens achterin kunnen ook nog iets uit gaan zoeken. En daar staat er. En dan merk ik met die Russische voertuigen. Want je hebt natuurlijk die Russische voertuigen, die werden ook in Duitsland gebruikt. En als je een Duitse manual hebt daarvan, is heel veel tekst, heel veel beschreven. Terwijl als je het Russische boek hebt, die gaan er gewoon vanuit, die snappen het. Heel veel plaatjes staan erin. Ja. Dat is gewoon wel, zelfs als je geen Russisch kan, dan heb je soms meer aan de Russische manual dan aan de Duitse. Ja. Maar dit is een project met evenwachtige onderdelen. Ja. En dan kun je verder met deze. Dit is eigenlijk al goed. Maar zijn nou turbo die erop zit? Het is eigenlijk een supercharger. Dus hij is ook een injectie en dit is eigenlijk het voorloper van een normale injectie. Het lijkt een beetje diesel. Oh, dat is een Kuro Fischer of zo is dat misschien, of niet? Daar heb ik mij van op een gegeven moment die eerste die Capri's en zo hadden dat ook. Ja, heel complex. En het is eigenlijk, hier zit een systeem in en in principe wat hij doet is eigenlijk, hier komt, normaal heb je tegenwoordig injectoren en daar komt gewoon een drukleiding en met een pulsje dan. En hier zit eigenlijk een ding wat draait en die geeft dan, in al die leidingen komt dan brandstofdruk uit en die spuit het al in.
Ja, dit zijn, want je had op een gegeven moment een kajaktronic met zo'n luchtweg erin. Dat is hierna. En dit is de Kugelfischer systeem volgens mij. En maar dit uit elkaar halen moet je eigenlijk niet doen. Maar we krijgen het nooit meer in elkaar. Ja, want dat schiet allemaal veertjes weg. Ja, zo hebben we al meer onderdelen uit elkaar gehaald. Hey, kijk hier. Dit is een wat grotere tank, dat is ongeveer 40 ton. Leopard 1. En dit is door een klant gekocht eigenlijk om wat we voornamelijk hiervan doen is. Eigenlijk het service. Het grappige is hier om de olie te verwisselen, moet het blok eruit. Oei, ja. Dus dat is, maar dat is wel snel gedaan. Maar dat is wel snel gedaan. Dus je ziet wel, dat vind ik altijd wel grappig, het leger designt iets zoals het leger het heeft. Dus die hebben hier vaak al, kijk, we hebben allemaal een bovenloopkraan, dus we hebben geluk. Maar een particulier, een blok eruit halen, is niet zo heel makkelijk voor een particulier. Dus praat me er niet over. Nee, dus we hebben wel eens, we hebben bijvoorbeeld wel eens een keer ooit je voertuig aangepast, waar bijvoorbeeld ook oliefilter, gewoon oliefilter vervangen. Daar kon je niet bij zonder het blok eruit te halen. En toen hebben we ook gewoon een mooi gaatje in de wand gemaakt met een deurtje erin. Deurtje open, oliefilters, nieuw erop, klaar. Als je dit wil rijden, als je dit wil hebben, dan moet je natuurlijk wel een klein beetje investeren in de spullen. Want het is gewoon heel erg lomp. Ja, dat is een serieus apparaat. Ja. Leopard 1. Ja. Ja, hier zit een V10 in. Ik heb me laten vertellen dat als je de begrenzers eraf haalt, heeft hij 1500 pk. En het Zwitserse leger rijdt ook onbegrensd. Maar die hebben op dit moment de Leopard 2. En die rijden onbegrensd met 2000 pk. Dus die blokken die zijn dus ook niet kapot te krijgen eigenlijk. Je zit overal rubber op, maar je hebt ook wel eens bij dingen, dan zit er een schuine kant op de wielen. En dat geeft aan hoe ver die schuine kant weg is. Ja. Hoe ver die op is. Maar hier hebben we eigenlijk weer redelijk nieuwe wieltjes op gezet. Want dat slijt heel snel. Als je een keer door de kei heen rijdt, dan... Ja, als daar rotzooi tussen valt inderdaad. Ja. Dat is ook wel vaak mensen denken, als je zo'n ding particulier hebt als de hobby, dan zegt iedereen, ja wat kost het nou een brandstof? Dat is eigenlijk niet eens het geld. Wij zeggen vaak, hoeveel verbruik je aan rubber? Dat is, want dat is nog duurder als de diesel. Ja, hoeveel rij je ermee? Ja. Dat is ook een beetje de vraag natuurlijk. Hoeveel heb je dan gereden? Ja, gewoon een weekend. Dus, en dat is dan, we hadden drie tijdseenheden en dan deed je een half uurtje rijden ofzo, of misschien iets langer. En dan heb je eigenlijk zes keer gereden, om het zo te zeggen. Zes keer een half uur. Ja, en er was 1000 liter brandstof gingen toen erin. En toen zat ik naar de rand te denken. Als je dan over nadenkt hoeveel Leopards er normaal eigenlijk in een leger zitten. En die rijden dus allemaal een weekend. Dat is echt heel veel brandstof. Dat is niet normaal, hè? Dat is niet voor niks natuurlijk ook dat Irak Kuwait binnengevallen was. Ja, dan hadden gewoon die brandstof nodig. Ze hadden natuurlijk van tevoren die Irak-Iran oorlog gehad. 6 jaar lang, dus dat kost wel geld. Maar nou is het eigenlijk het idee om de, ik weet niet, volgens mij om de 10 tracklinks, dan haal je die rubberblokken eruit en dan zet je deze erin en dan kun je eigenlijk ook op sneeuw rijden. Want het grappige is, als je dit rijdt in sneeuw of modder, dan kun je gewoon net als in de auto driften. Ja, ja. Je hebt bijna gewoon geen grip met zijn tank. En het is wel super vet, want je voelt gewoon dat je 40 ton hebt, waar gewoon net als een auto zijwaarts drift en hier zit gewoon een stuurtje in. Dus je gaat dan ook automatisch tegensturen, zo. Dat weet niet iedereen, maar de manier van sturen, hoe hoger jouw versnelling is, omdat daar dus die truc in zit dat je hier op de plek, met deze kun je ook mee op de plek draaien. Ja, dan moet je op de W zetten van wenden, toch? Maar je kunt deze ook op de plek draaien in eerste versnelling. Oh, ja? Alleen die draaicirkel, als je, dat volgens mij staat op de manual, in de versnelling 1 is dat dit. In versnelling 2, weet je wel, en 3. En dan zitten volgens mij 4 en dat is eigenlijk nog steeds weer niet op de snelweg draaien, laat maar zeggen. Nou, dit is wel bijzonder, want we hebben nog een beetje dezelfde periode tanks bij elkaar staan. Bij ons gaan er vaak tanks in en uit. En nou, de Leopard die gaat denk ik over een paar weken weg. En deze zal waarschijnlijk nog wel een jaartje staan, omdat er wat meer werk mee is. Maar het leuke is om te zien dat de Amerikanen wat hun hebben bedacht en wat de Duitsers hebben bedacht. Nou, dit is M60, hè? Ja, deze voor de... dit is echt de Amerikaanse verbouwde tank. De hoogte van een M60 is al veel hoger als wat een Leopard is. Maar het is dan wel weer zo te zeggen dat deze veel zwaarder bepanserd is. Dat is eigenlijk maar een heel licht gepanserd tankje. Maar dan nog is er in de ontwikkeling van de tanks. Er is nou recent ook zo'n film uit dat de Centurion, die kon eigenlijk heel laag met zijn loop. Ja, en daar hadden ze Golden Heights volgens mij. Ja, hebben ze met Centurions tegen de T-62 zijn ze gevochten. 10 Centurions, die hebben volgens mij gewoon het hele leger uitgeschoten. Omdat die stonden hier. En die kwamen hier, maar hun loop ging niet hoog genoeg en hun loop ging wel laag genoeg. Ja, dan moet je een hoog voertuig hebben, want je snapt natuurlijk als dat kanon omhoog gaat. Hè, aan de achterkant van de kanon zit ook nog een heel stuk natuurlijk, wat dan binnen het voertuig moet kunnen bewegen. En als je een heel laag voertuig hebt, dan is die ruimte er niet voor die beweging.
Daardoor kunnen die, ja, die tanks kunnen dan niet zo ver omhoog richten. Je ziet ook dat het al veel breder allemaal gemaakt is. Het vinden we ook altijd wel grappig. Je kunt ook gelijk zien, Amerikaanse auto's, auto's, pick-ups en zo zijn sowieso ook al breder dan Europese. En dat is meer voor de Europese wegen gemaakt en dit al voor Amerikaanse wegen. Is veel te breed. Dus, deze kan ook bij ons net door de dingen heen, door de ingang. En dan heb je ongeveer 10 centimeter over. Eigenlijk is het dat het, wat je hier ook al ziet, hè, dat is bij Leopard helemaal niet. Hier zie je ook al dat ze veel meer dus die zijkanten zijn gaan schuin zetten. Dus aan twee kanten eigenlijk. Dat er, voor Bernbom, hè, dus dat je van onderen is die ook niet vlak als Leopard. Leopard is onder gewoon vlak. Dus als je daar een Bernbom rijdt, dat is ook maar 12 mm dik. Het weegt wel 40 ton, maar dit is al 60 ton. Hè, dus het is 20 ton zwaar, terwijl het ongeveer zit hetzelfde kaliber knol op. Zo, ja. Maar je ziet ook dat dit is allemaal gietwerk, daar is er gewoon plaat. Ja, deze en, hele hul is volgens mij ze lassen hem wel vaak bepaalde plekken aan de kant. Ja, dit is omdat wel eigenlijk last. Dat is eigenlijk met gieten zo. Je kunt eigenlijk maar iets gieten hoe groot jouw smeltbad is. Want als je het smeltbad ophoudt, dan je moet het één keer kunnen gieten. Nou, het is wel bijzonder, ja, die onderkant. Je ziet hem rond, hè. Je moet kijken. Ja. Oh ja, hier wel echt de voorloper is al een beetje van Ebelum, omdat dan Ebelum is nog vlakker uiteindelijk geworden. Kijk, escape badge, want die is, ja, daar zei ik wat de bestuurder heeft. Ja, bij de type 69 blijft hij wel eraan hangen, ja. Maar dan hij klapt ook wel uit. Je moet hem echt wel optillen om hem weer dicht te doen. Ja, we hebben ook wel eens gehad dat mensen die dingen dan vinden, die metaaldetectie doen, die vinden dan ze leuk en dan... als ze eruit kunnen, zoals dit. Als je dan soldaat bent, die denkt, goh, die luik ligt eruit, ja, dan die is wel een beetje zwaar te tellen, hè, dan laat maar liggen. Ja, en als je er ergens uitvalt waar het inderdaad een slekkige bodem is, dan ben je hem ook kwijt natuurlijk. Je is eigenlijk zo is je ongeveer binnengekomen, denk ik. Jullie hebben wel wat onderhoud aangedaan. Ja, ja. Maar deze die gaat helemaal uit elkaar. Nee, niet helemaal uit elkaar. Dit is we hebben een aantal maten van restauratie. Dus dit wordt dus meer een klasse B. En daarmee zeggen we, dit voertuig was een redelijk goede staat en we gaan hem weer rijdend maken. Maar alle systemen die erin zitten, dat kan ook optisch zijn. Ja, want uiteindelijk ze dingen uit elkaar halen en compleet restaureren, ja, dat is denk ik ook wat heel veel effort en weinig payoff natuurlijk. Als je inderdaad van die systemen van het richten en zo bijvoorbeeld, als je dat allemaal maakt, dat is eigenlijk iets waar niemand iets mee doet naar de hand. Nee, ja, uiteindelijk heeft het wel meerwaarde, maar het is ook natuurlijk wat onze klant dan wil. Ja. En deze klant wil gewoon rijden in de tank. En dan, dat dan de richtmiddelen niet werken, dat is dan nog niet zo. Dat kun je altijd dan eventueel nog maken, als het maar in zit. Dit is eigenlijk een draaimechanisme dat je eigenlijk het wiel gewoon naar voren zet. En je ziet dat deze gekoppeld zit aan het voorste wiel. Ja, kijk, als hij inveert, dan draait hij de spanning erop. En daar hebben ze op het gegeven moment bedacht eigenlijk, omdat als je, ja, moet ik exact wat zeggen. Als jij inveert, dan gaan die treks. Ja, dan komt die slapper te liggen. Maar dan duwt hij eigenlijk zijn spanrol. En de Leopard heeft dat ook eigenlijk. Daar hebben ze bedacht op een gegeven moment dat een van de problemen was. Ja, dan gaat het invoer, gaat de trek los liggen en dan rijst de trek eraf. En dan ben je uitgereden. En ik weet ook wel dat ze bij, toen type hiervoor, hebben ze hier nog een extra wieltje gehad. Die dan ook nog spanning erop hield. Maar dat bleek toch niet te werken. Er is een verordering geweest dat ze op een gegeven moment hebben gezegd: van, als je problemen hebt, snij hem er gewoon af. Ja. Dus repareer hem niet. Wat zijn dit eigenlijk voor ogen? Het lijken ijsogen, maar dan. Om vast te zetten. Oh, dus echt om hem. Want dat is ook een van de problemen op een gegeven moment. Dat zie je wel eens in de tweede wereldoorlog. Sommige tanken kun je niet altijd tillen. Bijvoorbeeld een atterietvoertuig heeft niet de juiste hijshogen. Want daar hadden ze niet echt over nagedacht misschien. En je ziet op een gegeven moment dat ze daar wel verder in zijn gaan ontwikkelen. Dat je dit dus vast kunt zetten. Als je de ding op de boot zet en je ergens aan vast kunt zetten. En je hebt dan ook weer specifieke hijshogen hier. Daar. Ja, dan heb je ook de hijshogen. En dan is dit ook nog weer een verhaal. Het ene gebruikje, laat maar zeggen, om te bergen. En het andere gebruikje weer. Er zijn meerdere mogelijkheden wat ze ermee doen eigenlijk. Want hier, deze gebruik je denk ik vastzetten, die onderste van de bergen. Hier ligt dan uiteindelijk de motor in, dat is een V12 diesel. Ja, er zijn brandstoftanks die hier omheen liggen. Ja. En een van de grappige dingen waar we achter kwamen, wat is het eerste M60 die wij nu doen, is dat de linkertank kun je eruit halen en de rechtertank eigenlijk niet. Omdat ze de torsiebars die hier lopen eigenlijk, die hebben ze... ze hebben die zo gemaakt dat je tank nog na de torsiebar weer naar beneden gaat. Dus dat je dus dan moet je de torsieveer eruit halen eigenlijk. Ja, die eruit halen. En dan kan die zo naar achteren eruit schuiven, ja? En het grappige was dat in de manual staat ook dat je hem beter niet eruit kunt halen. Ja, dat is opgebouwd. Dat is eigenlijk omdat daar is die lek geweest en dat is dus de reparatie, want ze halen hem dus niet eruit. Ja. Dus daar hebben we dan ook maar gewoon weer zo lang. We hebben wel even gecontroleerd of die nog steeds
die wel dicht is. Lekker. Ja. En dan gerepareerd lekker. Ja, dat is een beetje hetzelfde systeem als die Russen ook gebruiken. Die tandkoppelingen. Ja, je ziet gewoon dat ze hier al veel meer over na hebben gedacht dat je blokken snel uithaalt. En al een blok erin dan ben je weer aan het rijden. Dus alles met stekkers, alles met ja, quick release dingetjes. De Tweede Wereldoorlog tanks die we vaak doen, daar was daar eigenlijk nog niet zo heel veel over nagedacht dat je dat moet doen. Dat was gewoon wat meer werk. Moest je echt alles losgroeven. Het was bij een jongen die heet de Bloody Mary, dat is een trekkertrek. En die gebruikte die blokken ook. Hij had er 4000 pk uit. Normaal, hè? Terwijl normaal standaard 800 pk is. Maar hij zei, die blokken zijn eigenlijk onverwoestbaar. Dus eigenlijk zo. Hij heeft toen ook zijn kop een keer doormidden gezaagd om een keer te kijken of hij nog die vloming kon verbeteren. Zei, ja, daar konden we eigenlijk niks aan doen. Het enige wat ze echt hebben gedaan is dat ze zeiden, natuurlijk hebben we op methanol en al die dingen, maar dat ze de krukas gebalanceerd hebben en de zuigers en zo. Want dat hij zei uiteindelijk, de zuigers, het verschil tussen de lichtste en de zwaarste was 70 gram. En dan komt de Amerikaanse productie, die maken wij gewoon en dat past altijd en 800 pk is zat. Ja, hij heeft er dan uiteindelijk wel tot een raceblok gepakt en dan haalt hij gewoon 4000 pk uit. Ja, en gewoon onverwoestbaar, hè? Want de crux die erin ligt is nog steeds dezelfde. Eens wat kapot gaat zijn de zuigers. Je was met de deelpaard bezig, je moest iets monteren en die stootte zich ergens lichtjes aan, maar door zijn schrikreactie deed hij dit. En daarna, boink! Ja, dan. Ja. Dus we zijn nu ook aan het kijken om iets van capjes op te zetten, toch? Omdat we dat merken dat toch wel dat je eraf te last hebt. Ja, dat komt me bekend voor, ja. Ja, dan ben je nog zo voorzichtig, net wat je zegt. Dan kijk, en wij hebben al bij haar, dus je voelt al vaak in je haar van, er komt iets. Maar ja, zo. Ik beweeg ook altijd heel langzaam als ik binnen ben. Want ik ergens tegen aanstoot, dan is... Dit is wel trouwens iets grappigs, een kistenzak eigenlijk. Hier zit eigenlijk normaal jouw granaat onderin, hè. Dus je hebt een paar in de koepel staan, maar hier liggen er een aantal klaar. En dit zijn eigenlijk de locks eigenlijk, die zorgen dat de granaat blijft liggen. Ja. Maar die is de blijfschermer, dat is dan ook weer een design dingetje natuurlijk. Dat als ze openstaan, zo, dan komt die net wat meer naar binnen, zie je? En ja, dan kan het zijn, als je de toren draait, dan mol je deze dingen. En dan zei dus iemand mij, dat wist ik dus niet, maar die zei gewoon, dat is bijzonder, al die dingen zijn niet kapot. Want het gebeurt dus heel vaak dat ze die dingen dus open laten staan. En dan, gaan we iemand een keer de toren draaien en dan is het ding kapot. Maar daar zit daar zo'n basket aan. Ja, er wel een klein basketje, maar er zit wel een basket in. Ja. Dus je hebt eigenlijk je vloer, je hoeft niet mee te lopen. Ja, en hij is wel gemaakt op Amerikanen, jongen. Je kijkt wat een ruimte daar is. Ja, je hebt wel. Er is wel meer ruimte in die tank. Maar ook als je in dat ding zit, misschien daar een keer kijken. Als je daarin zit en je ziet daar als de gunner, ja, dan moet je al een klein mannetje zijn. De lader heeft vaak wel de meeste ruimte. Alleen die hebben vaak dan werkruimte nodig. Heeft, die werkruimte, maar de pech als ze echt moeten werken, dan staat daar ook allemaal, dan heb je vaak een ready round rack en dan staan allemaal granaten klaar. Bij ons met de missie, dus als later zit je aan het testen. Van die rails, is dat hydraulisch ook ofzo? Of hoe, nee, ze zijn gewoon geveerd. Of je bloed van de stoel, hè? Toch? Of? Ja, dat zit daar links zit een soort van railsje waar die. Ja, dat is gewoon hier zitten achterin twee hele zware veren. En die ontlast je eigenlijk hetzelfde als een bureaustoeltje achter. Ja. Maar bureaustoeltje zit trouwens ook wel een cilindertje in. Inderdaad, ja, bij die type 69 zit daar van die torsieveren zitten daarin die dat doen. Dan moet je inderdaad, moet je ook opletten, want dat is met een pedaal is dat. Als je erin gaat zitten, dat je niet per ongeluk met je voet op de pedaal trapt, of schiet die stoel omhoog. Nou, dit is nog grappig, dat is echt een comment die we hebben. Dat is de commandant, daar zit een soort fietszaaltje in. Dus echt de noten kraken, laat maar zeggen. Ja, ja. En daar zitten ze ook onder in een pedaaltje. En daar hebben ze een paar keer al meegemaakt. Oh. Daar zit zo'n veer in. Dus die gaat helemaal in. En als je dat dingetje had en dan komt dat ding met de rotklap omhoog. En daar zijn er al. Dat is een soort van valstrik. Veel jongens die daar last van hebben gehad. Dat is maar een heel klein zaaltje. Dus het is niet mooi zo'n zitvlakje waar je tegenaan je bibsje krijgt. Maar die krijg je wel iets verder. Ja, met veel snelheid en veel kracht. Ja. Waar je hem vooral niet wil hebben. Best wel een kabelboom onder. Ja. En dan hebben ze daar eigenlijk. Dat is eigenlijk het stuk wat eigenlijk jou. Dus die slepering die daar zit. Maar dat heeft ook doorvoeren, zie ik. Ook met voor vloeistoffen. Ja. Op een gegeven moment hebben ze ook heel vaak crew compartment heaters nodig. En die werden vaak ook via de motor, hier staat dan volgens mij... Dus daar gaat de koelvloeistof door eigenlijk? Ja, dat je verwarming hebt eigenlijk. Ja, ik heb een keer gehad dat ding in de zon staat. Ding waar zo dik gepantserd is, en dan was het, dat is volgens mij 40 graden omgerekend.
En dan kon je gewoon je knie niet meer tegen de panzer aanhouden. Dan kon je gewoon ei op bakken. Het duurt ook lang ook, want dan kan het s'nachts wel afkoelen. Maar die warmte die gaat er niet uit. Het duurt lang voor het opgewarmd is, maar als het eenmaal zover is. Eigenlijk leuk om aan te werken. Hè? Ja, dat is makkelijker. Want de elektrica, er zijn wel jongens die daar nou mee bezig zijn. Maar dat is echt een heel andere tak van sport. Je kunt niet terug naar de fabriek. Nee, precies. Nee. Ja, wij zitten er ook mee te kijken. Want wij willen eigenlijk ook de bediening van de koepel ook laten werken. Ja. Maar we hebben dan niet de originele controller. En die is dan toch weer net anders dan de Russische. En dan begin maar te zoeken. Want je weet ook niet of er onderdelen kapot zijn. Hè? Want het kan natuurlijk zijn dat er bepaalde dingen gewoon niet werken. En dat het daarom niet werkt. Maar het kan ook zijn dat het gewoon echt niet kan werken. We hebben het wel gelukt dan, dat er een jongen zit en die op de een of andere manier kan niet altijd maken. Soms is het heel simpel dingetje waardoor een voertuig niet kan lopen, maar daar kun je wel, duurt wel lang voor dit. Wat wel belangrijk is, hebben we heel vaak zelf ook meegemaakt, je moet eigenlijk van A tot Z op beginnen. En wat heel vaak is, dat heb ik zelf ook, is dat je, dan denk je dat je te weet wat het probleem is en dan begin je daar. Klopt, ja. En dan sla je op het ABC over, hè, om even het rijtje af te maken. En dan begin je daar en dan eindig je misschien wat bezet, maar uiteindelijk heb je bijvoorbeeld het puntje A niet gecontroleerd. Dus ze zeggen altijd, begin van voor naar achter of van achter naar voor. Dat maakt niet uit. Als je op de helplijn belt, je poetersupport, eerst wat ze vragen, zit de stekker erin? Weet je wel, dat is A, punt A om te beginnen. Ja. Dat zie je vaak met de elektrica en er zijn een paar jongens maar die daar ook kunnen. Om daar echt, je moet gewoon heel systematisch werken. En je ligt ook genoeg in ieder geval. Ja. Mooi. Dit is een Chaffee. Die is nou eigenlijk bijna klaar, daar hebben we ongeveer een jaar over gedaan. Maar dit is echt, laat me zeggen, als je vergelijkt met die M60 of die Leopard, is dit echt een bolt en nutrister. Zoals we met die Comet beginnen. Dus je begint met niks eigenlijk. Er zijn volgens mij bijna 3 eigenaren van het project die iemand heeft ooit de hul gevonden en die zijn allemaal gaan verzamelen. En uiteindelijk de laatste man die het heeft gehad, die vond het toch wel heel veel werk. En die zei, ik verkoop het project. Dus het was eigenlijk al een bouwpakket, je had daar de spullen grotendeels bij. Wat dan wel weer vaak moeilijk is, als je een auto die je zelf nog niet misschien helemaal kent uit elkaar haalt, dan weet je hoe het in elkaar moet. Maar als je het zo aangeleverd krijgt, dan herken je dingen niet. Dus dat is iets langer opstarten heeft dat nodig. Want dit is Tweede Wereldoorlog materiaal. Ja, hoe vind je dat dan? Want dan moet je echt op internet foto's gaan zoeken. Stel hoe jij nou in de wereld zit. Je kent nou adresjes waar je waarschijnlijk T96 spullen koopt. En dat is in deze wereld ook zo, als je uiteindelijk eenmaal een tank hebt, of je wordt lid van een club, op een gegeven moment, je komt eigenlijk net als dat je bijvoorbeeld een Jaguar E-Type hebt, dan zit je op een forumpje of je zit in een club en je rijdt met die auto's en dan weet je ook op een gegeven moment, er zit iemand die verkoopt onderdelen. En dat is met dit ook eigenlijk, zodra je eigenlijk erin komt. Het is een heel kleine wereld eigenlijk, maar internet maakt het ook wel een stuk makkelijker natuurlijk om dingen te zoeken. Maar sommige dingen zijn gewoon heel zeldzaam en die moeten dus ook namaken, omdat het gewoon niet meer aan te komen is. Dus, als je zoiets onderdelen inmeten, want net als deze. Staan er nog meer van deze? Ja, 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 ja. Dus, de spatborden heb ik ingemeten van de originele, want die zaten hier nog wel op, maar die waren zo slecht in staat dat ik dacht, wat moet ik daar nog van inmeten? Dus ik heb uiteindelijk een andere gevonden waar alles nog origineel op zat en die heb ik nagemeten. Ik kan hier ook nog een heel spatscherm op zitten. Ik zeg ook wel tegen klanten, ik zou dat niet doen. Ik vind dit mooier naar te kijken, dat zijn misschien de technische dingen, dan dat je hier helemaal scherm lekt en je ziet alleen maar dit. Ja, 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 ja. We hebben ze bij die type 69. Er wel weer opgemaakt, omdat dat wel echt iets specifiek is voor dat ding. Ja, dat is wel specifiek van het voertuig. Ja, en hetzelfde als die rekken die rond de koepel zitten, vind ik ook niet heel fraai of zo. En vooral niet, want ze zitten ook helemaal scheef opgelast, hè? Ze hebben die erop gezet in Irak. En daar zie je ook, daar zitten gewoon verschillende lasten. Bijvoorbeeld zo'n ding als dit of zo, hè? Want dan echt, hier zet je dus ook zo'n ding mee vast. Dat is dan bijvoorbeeld dit is allemaal heel mooi gelast. En dan als je misschien een of ander beugeltje waar je hierop zit, dat is er gewoon een beetje tegenaan gebakken. Ja. Dat is helemaal niet echt een mooie las. Maar dat was ook niet zo belangrijk. Nee, hetzelfde hier ook, die handgreep ook. Het zit er gewoon een beetje aan. Dat was de lasser in de opleiding. Ja. Dan las jij de onbelangrijke. Nou, dan zie ik van dit ook. Dit is echt hele mooie last. Maar deze gaat naar het museum in Denemarken, dus die is bijna klaar. Daar zijn we nog in een afrondende fase eigenlijk en we hebben hier een testrit mee gedaan. Als je een auto compleet restaureert, het zijn dan geen auto's, maar dan heb je altijd een soort shakedown periode. Want we proberen het zo origineel mogelijk te restaureren, maar dat wil niet altijd zeggen dat dat soms de beste keuze is. Hè. Je zou kunnen zeggen, ik moderniseer al. Ik probeer toch de originele stukken te behouden. En je ziet soms toch wel dat je dan concessie moet maken, dat je zegt, dat werkt toch niet helemaal. Hier zit bijvoorbeeld een brandstof
pompen origineel in de tank. Dat zijn gewoon dingen uit de jaren 40. Ja, daar hebben wij gezegd, dat gaan we dan niet zo doen. Nee, gewoon een losse brasserpomp met een slag eraan. Die gewoon waar je bij kunt als er iets meer aan de hand is. We hebben er wel in de toekomst van geleerd, laat me zeggen, doordat we tegenwoordig steeds met die auto's willen rijden natuurlijk. Maar als je soms een auto helemaal origineel bouwt, die waren ook maar gemaakt voor misschien 40 uur of zo. Dat was in oorlogstijd misschien 10 minuten of zo, dat hij het moest blijven doen. Ja, precies. En met zo'n shakedown, dan ga je ermee rijden. Ja. En daarna laat je hem een tijdje staan en kijk je dat er nergens vloeistof uitgelopen is. Ja, tijdens shakedown heb ik eigenlijk een soort vinklijstje. Nou ja, een van de dingen natuurlijk, oliedruk belangrijk blijft en de temperatuur allemaal goed blijft. En dan ga je vaak, wat vaak ook is die tracks, die moet je op een gegeven moment weer natrekken. Er zitten altijd wat dingetjes die je toch daarna hebt. Het is niet onvoorkombaar. Complex dingen. Ja. Maar dat kun je ook wel voorstellen als je gewoon kijkt, bijvoorbeeld net als die Leopard die staat. Ja. Wat een groot machine dat het is en hoe weinig ruimte dat daar in is waar dat je kan zitten. De rest is eigenlijk gevuld met techniek spullen. En dat is één grote machine. Er zit veel op wat stuk kan, om het zo maar te zeggen. Ja, er zit wel grappig, want er zit aan de binnenkant zit een seal in en er staat na aflevering 3 maanden fabrieksgarantie. Dus dat is de hele garantie op Leopard, 3 maanden. Ja. Maar en er staat er wel bij als die ingezet wordt, zodra je dus, dat is niet meer. Nou, als het dus valt, drie maanden is eigenlijk garantie als hij gewoon geleverd wordt en hij staat er. Dat is de garantie die je hebt. Je mag er niet meer rijden. Want het gaat gewoon heel snel kapot. Ik luister dat we een leger hebben. Maar ja, het kost af en toe natuurlijk geld. Uiteindelijk spuiten wij zo'n ding heel mooi bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk in het gebruik is dat natuurlijk niet. Het is niet het primaire bedoel van zo'n ding. Nee, dus, ja, dat kun je goed zien daar in die landen waar ze. Dat is in Syrië en zo. Waar ze dan met die. Met Russisch materiaal. Dat is echt in alle kleuren van de regenboog. Ja. Dat is maar net wat waar ze hem hebben buitgemaakt. Dit is eigenlijk in principe een Chaffee M24. En dit is heel licht eigenlijk allemaal gebouwd. Dus het kanon wat erop zit is 75 mm, ongeveer hetzelfde wat de Sherman is. Maar als je kijkt qua pansingen, het is allemaal niet heel zwaar gepanzerd. Alleen het was daardoor wel heel succesvol, omdat het heel licht was en heel snel was. Dat ding kan in principe net zo hard vooruit als achteruit rijden. Want het is de automaatbak die je gewoon andersom zet. Op een gegeven moment kwamen ze achter, die tanks van vroeger, die hadden vaak maar één versnelling voor achteruit. En ze wilden eigenlijk, ontwikkelden al ze heel snel een tweede versnelling bedacht voor achteruit. En uiteindelijk hebben ze vaak, dit kan gewoon net zo hard achteruit, zijn Leopard ook, kan net zo hard achteruit voor. Omdat het soms veel belangrijker is. Schot lossen. Ja, ik ga weg. Dan zei iemand laatste handzijde, dat zei je in de reverse forwards. Zagen noemen ze dat, dan rij ze uit verdekt positie. Ja, en dan schieten en dan terug. Het is wel bijzonder, zeg, want wij hadden het serienummer, we proberen altijd originaliteit terug te vinden. Hè. Dat heeft vaak ook meerwaarde en het geeft ook wel meer een plaatje in de voeten. En we vonden het eigenlijk terug dat deze bij de 16e Armored Division heeft gezeten. En het is eigenlijk het derde leger van Patton geweest. Je hebt een aantal legers en uiteindelijk de laatste leger, dat was eigenlijk nog een beetje om de laatste slag te maken. En die hebben dus ook niet voorin meegevochten. Deze is eigenlijk in Tsjechië zijn die geweest. En dat was natuurlijk wie het eerst in Tsjechië was. En deze dingen waren redelijk snel. Dus er zijn mooie foto's van te vinden. Dat soort dingen Tsjechië was. Wisten we niet precies welk voertuig dit was, hè? Want dit zegt eigenlijk over het voertuig waar die bij zitten. Maar we wisten wel dat dit klopt. Maar toen hebben we dus een mooie foto proberen te vinden van eentje die het zou moeten zijn. En dat is, dat is dan deze geworden. Maar of dit nou 1-3 is of 2-3, dat ja, je weet niet zeker natuurlijk. En het grappige is die letter D eigenlijk die ze altijd zetten, dus dit is eigenlijk dan Delta Compagnie. Dus altijd hun naam moet, want er was Dorothy. Begint hij met D. Dorothy is een Amerikaanse naam wat populair was rond die tijd. Ja, je kunt hier. Het is wel een mooi ding ook. Ja. Ik kan me voorstellen dat hier veel liefhebbers voor zijn, want dit is ook meer een handzaam ding dan zo'n Leopard. Wat je hier trouwens wel grappig ziet, omdat het dus einde oorlog echt is, hè, want Tsjechië zegt einde oorlog, is dat die Amerikaanse sterren zoals je hier bovenop ziet. Die hadden ze dus ook eigenlijk niet meer zoveel aan de zijkant. Dat is een mooi mikpunt. Precies in het midden van de toren staat die ster. Dus ja, daar kunnen we mooi op schieten. Precies op het midden van waar de transmissie zit. Inderdaad. Dat doet de ster. En toen hebben ze op een gegeven moment gedacht, zie je dus ook. Ze hebben nog alleen maar hier de herkenning voor vanuit de lucht. Dit hebben we dan vanuit een origineel na erop gezet. Hier zit normaal de lader. Dus de lader die had al zoiets van, ik schil hem ook zo wel. Want ik zit waarschijnlijk vaak buiten dan binnen. Dus ze waren toch echt wel einde van de oorlog. Want anders zou de ster ook niet aan de binnenkant zijn gestaan. Maar dan was het idee, als de chauffeur uitgeschakeld was of moe was, dan kon hij weer rijden. Inderdaad, maar heeft hij ook al die hendels dan? Hij heeft gewoon Hij kan in principe alles, het is alleen iets versimpeld. Hij zou eventueel bij die hendels kan, die bij. Ja, maar hij heeft in principe is het allemaal doorgelinkt. Ja. Toen ik een Pershing had, is het ook allemaal doorgelinkt. Daar had ik zelf eens ook niet, ik weet niet of het bij elk leger zo was, maar we hebben toen een keer een veteraan gesproken van het Engelse leger.
En die zei toen ook, je hebt normaal je vaste bemanning eigenlijk, hè, dus de chauffeur is de chauffeur. Maar hun, hadden dus, hun deden heel vaak toch roulatie. Omdat ja, ja, dat iedereen alle functies ja, kan... Dat ze toch eigenlijk, omdat op een gegeven moment iemand moe was, soms toch best wel een kilometer moest rijden naar de volgende doel, dan deden ze dan had alleen de chauffeur wat te doen en de lader die zat te slapen. Dus er zijn bijvoorbeeld mensen die maken die plaatjes na. Ja. En ik wil niet zeggen dat altijd die plaatjes er zijn, alleen wat wij doen, proberen te doen als wij een restauratie doen en wij vinden die plaatjes, dan stuur ik natuurlijk altijd op naar hem met afmetingen, zodat hij ze ook kan reproduceren. Ja, die zijn gewoon nieuw gemaakt. Dat is ook bijvoorbeeld daar zo bij die versnellingspook en zo, dat ziet er echt super netjes uit weer. Ze hebben hier vaak deden ze ook al een extra punt 50 meenemen, dus hier staat eigenlijk gewoon een extra punt 50. Punt 50 is eigenlijk een zware machinegeweer. Ja, hadden ze dan echt als reserve bij, dus konden wisselen mocht er iets mee gebeuren? Ja, bijna alle Sherman tanks hadden dat ook al, die hadden gewoon een reserve gewoon achter op het dek hangen of iets. Of in ieder geval altijd sowieso een loop hadden ze extra reserve, want die werden natuurlijk op een gegeven moment een keer warm, dan was het ook afgelopen. De punt 50 die is eigenlijk ook nooit meer gewijzigd, het is wel iets verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid. En die gaan lang mee hè, van die wapens vaak, dat soort dingen, die ontwerpen. Het is ooit een keer misschien 1920 bedacht. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven. Ik zag laatst ook een keer een plaatje dat iemand wat tanks achter elkaar had gezet van de ontwikkeling van tanks. Dat je zag een ding waar 1930 bedacht was, 1940 en dan 1960. En dan zie je, en daarna niks meer. Dan blijft het gewoon op een gegeven moment hetzelfde. Ja. Hebben ze de ideale vorm eigenlijk bedacht en dit is voor de hulzen eruit te gooien eigenlijk. Ja. Ze hebben hun hulzen eigenlijk beneden nog een hele voorraad liggen, dus ze hebben vaak een ready round trekje zitten, daar zitten er 6 in. En dan moesten ze vaak uit de vloer die granaten halen. Dat vind ik altijd wel mooi te spellen, dat ze altijd door kunnen blijven schieten. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld zo'n comet tank, als jij je granaten leeg hebt geschoten, dan moet je gewoon je koepel draaien om de granaten te kunnen pakken. Want de granaten... Ja, bij de type 69 niet anders, want die liggen daarvoor naast de bestuurder. Je hebt de ready rounds, die liggen eigenlijk in de koepel dat tegen de achterwand aan. Daar kan je ze meteen pakken. Daarvoor kun je dus niet bij, dat is natuurlijk niet draaien. Dus, en dan weet ik wel hoe ze dat doen, want die gaan dan waarschijnlijk ergens toch even terug de laatste granaat, nou moeten we daar even terugtrekken. De lader zit rechts en die heeft dus naast hem 6 rounds en dan heeft hij onder het kanon heeft hij er ook nog 6 liggen. Maar het is niet zoals het kanon naar voren wijst dat hij daar dan bij kan. Nee, want die staat dus aan de andere kant. Dat is op zijn Engels. Ja, dat is op zijn Engels, ja. Daar die Russen beter over nagedacht. Als dan het kanon naar voren staat, dan kan de lader gewoon bij zijn voorraad. Ze hebben erover nagedacht, ze hebben een klein luikje gemaakt. En dan kan hij nog in de bodem liggen dan ook nog granaten. Dus hij zou nog eventueel als escape zou hij een luikje op kunnen maken. Maar die granaten, en die moet hij dus, en die zijn ook nog lang ook, dus die moet hij dan zo tillen. En dan moet hij die ook nog eens in die loop proberen te krijgen. Ook enigszins voorzichtig mee omspelen. Het lijkt me een stressvol baantje als lader overigens. Want je kunt zelf helemaal niet zien wat er gebeurt ook. Het enige wat je hoort is waar je moet klaar. Maar je ziet moet laden en wat hij als volgende klaar moet houden. Die moderne tanks, deze hebben dat nog niet. Die hebben nog echt een huls. Hè. Dus je hebt eigenlijk, als je een granaat hebt, heb je het granaten ding wat vertrekt en je hebt een huls. Met elkaar douchen dan. Ja, en dan op een gegeven moment hebben ze steeds meer gewoon eigenlijk zakjes die ze erin doen. Ja, dus het projectiel en dan de drijfladingen erachter, ja. Een ML9 die heeft dus die granaten dan rondom hem heen staan en achter hem van die zakjes liggen. En dan heb je dus een soort remmer, dus ze gooien je granaat neer en die duwt dat ding hier en dat is een soort drietrap cilinder. Dat is ook heel mooi dat werkt. Dus je ziet zo joep. En dan zie je daarna die dingen zo weer terugkomen. En daarna gooi je die zakjes erin. En dan de trucjes schijnbaar. Ze schieten dan bijvoorbeeld de eerste met heel veel lading. Dus die gaat een hele lange baan waar het dan het doel is. En dan de laatste, die schieten ze eigenlijk bijna rechtuit. Maar dan komen ze bijna tegelijk aan. Dan kunnen ze volgens mij, ik weet niet precies of 9 waren, maar er waren ongeveer 9 die ze dan gelijktijdig kunnen laten gaan. Voor jou, als jij daar zou staan, is het natuurlijk niet zo fijn, maar het is niet dat er al 1 komt, boem, en dan na een tijdje komt er 2, maar dan is het in één keer boem, en dan zijn het gelijk 9. En dat is natuurlijk voor efficiëntie, is dat voor hun natuurlijk wel heel belangrijk, dat je zo groot mogelijk bereik hebt. Eigenlijk. Ik vind de techniek altijd heel interessant, als je eigenlijk achterna gaat denken wat er natuurlijk het doel ervan is, daar moet ik proberen altijd niet zo over na te denken, maar ja, ik ben vanuit technisch, en dat heb jij ook natuurlijk. Ik vind het super interessant dat je zulke dingen kunt bedenken. Want de baan en zo, je kunt er allemaal dingen aan uitrekenen. Maar het is natuurlijk wel een oorlog. Het is wel echt een wapenwedloop. En dan worden wel heel veel dingen geïnnoveerd. De scope en zo, die ontwikkeling en zo, dat is ook allemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Het is toevallig wel de poli die daar bedacht hebben, volgens mij. De snorkel van de duikboten, dat is door de Nederlanders bedacht schijnbaar, hè? De Keepcater, dat ding wat heel snel vuur en dan inkomende raketten afschiet. Dat is ook een Nederlandse de goalkeeper. Ja, de goalkeeper. Ja. Dat weten de meeste mensen niet, maar Nederland heeft best wel een grote export. Eigenlijk gezien, het zijn niet wapens, maar het is wel wapen. Ja, technologie. We zitten in de
top 10 volgens mij van technologie, van wapentechnologie. Dit maar, kwam laatst wel van pas, hadden jullie hem toen ook al? Nee, het was net, jammer. Het is jammer, hè? Er was net sneeuw in één keer rond de rare periode van het jaar. Maar dit ding hebben we als geschenk gekregen van een museum. Ja, dat vonden we eigenlijk een heel leuk ding. En we hadden toen al gedacht, van, goh, we moeten dat ding even aan het lopen maken. En dan, want we zagen hier, als je dit opentrekt, zaten alle boekjes nog in van de DDR. Dus het was best een heel compleet ding. Zelfs de sleutel lag daarin. Oh. Ja, dit is dan Russisch, maar dan die letters spreek je bijvoorbeeld zo'n P is een R of zo. Dus Boeran? Ja, Boeran. Ja. Jij weet het ook, ja. Want een Grieks I is een U. Ja, dit is een en snap, een H is een N. Snap. Snappo, shot. Ja, Snappo, shot. Ja, inderdaad. Stepano. We willen hem toch een keer lopen halen, want je kunt deze kap eruit halen. En dan zit er eigenlijk gewoon een blokje in. En dan zit een schijfremmetje op en een aandrijf. Een beetje een scooterachtig idee. Ja. Een V-snaartje. Een varie misschien wel of zo. Ja, en dan kon je die kaart erachter hangen dan. In de tijd dat, dit is ook Tweede Wereldoorlog tijd. In de tijd dat ze Tweede Wereldoorlog hadden ze niet echt heel grote blokken om tanks aan te sturen. En we dachten op een gegeven moment, Amerikaanse slimmer natuurlijk, ze zeggen van, goh, we hebben wel even een Cadillac-motor, die bouwen wij in auto's. Ja, zo, die multibank. Ja, zo'n multibank. Ja. Wanneer als we twee blokken aan elkaar zetten, dan hebben we eigenlijk, dan hebben we anders een 16 slimmer, maar dan hebben we genoeg vermogen om tank aan te gaan. En dat is wel de vernuftigheid die hun bedachten. Dus ze hadden al iets wat kon massa geproduceerd voor hun auto's. En hoefden ze dus eigenlijk niet heel veel aan te passen om, want dit is dan volgens mij vierde generatie zo. En dat is een klein beetje meer militair gemaakt. Hè, dus dat het wel iets anders is qua wat in een auto natuurlijk zit. Het zijn wel echt koeie zware blokken volgens mij. Ja, het is echt allemaal gietijzer. Ja. En als zo'n flathead is, zo'n zijklepper is dat. Ja. Maar dat is inderdaad wat je zegt, zo'n multibank is het ook. Daar hebben ze eigenlijk 5 blokken, 6 cilinders, en hebben ze aan elkaar gebouwd. Ja. Alleen daar heeft nooit helemaal goed gewerkt. Dit is echt een studiomotor eigenlijk. Je ziet hier echt al, dit is echt wel, dit is echt wel echt gedesigned, laat maar zeggen, tot, als je kijkt voor het Amerikaans, hoe ze dat, die maakt het gewoon wel gewoon simpeler. Het deed hetzelfde, alleen de Engelsen waren toch wel meer van het fijne. Maar het is wel een heel betrouwbaar blok toch gebleven. Want ja, die de Rolls-Royce heeft ze gebouwd. Toen heeft het is eigenlijk afgeleid van de Griffin, van, hè? Ja, van de Spitfire. Die hebben daarmee nou Meteor eigenlijk, en die hebben het eigenlijk daarmee bedacht. En dit blok hoort dan eigenlijk in die Comet. En het heeft iets van 600 pk. Maar net als deze, die kappen die hierop zitten, wat ik zei, van daar past dus deze past ook alleen maar op dit blok. Ja, dus ja, omdat je niet uitwisselen. En dan deze vaak nog één ding. Misschien hebben ze die gewoon met twee bouten eerst vastgehangen, toen die andere gaten geboren. Ze moesten meer van die vliegtuigmotoren bouwen. Toen hebben de Engelsen hun tekening aan de Amerikanen gegeven. Wij kunnen ze niet zo snel bouwen. Want er waren gewoon echt vakmensen die blokken bouwden. En niet gewoon aan de machine bouwen zoals dit werd gebouwd. Toen hebben die Amerikanen gezegd, dit kunnen wij niet designen, maar we zullen wel kijken. En die hebben toen uiteindelijk het wel meer massaproductie gemaakt en daar zijn nu pakkaarts geworden. Ja. Maar hier hebben wij zo mee afgezien, hè? Bij die, met deze dingen. Er zit een draadeind en die houdt de kop vast. Ja? En dat draadeind dat was gaan roesten en dat had helemaal vastgegroeid. Ja, die hebben wij af staan beuken met blokken hout en dat heeft dit ook. Dus wat ze hier hebben is eigenlijk, hier zit ook een koelkanaal in. En waar heel vaak de butten die draadeind hierin zitten, dus die daarin in een blok eigenlijk ingaan, daar kan dan toch water in komen. En omdat wij zien ook over het algemeen dat die dan hier ook bijvoorbeeld water uiteindelijk gaat lekken. Omdat er zit een afdichting hebben ze erin gemaakt met het o-ringetje en die wordt oud. En dan vaak als ze die bouten dan weer losdraaien, dan breekt hij ook af omdat die gewoon roestig zijn. Ja, en wat ook wel bijzonder is, dit is dan benzine allemaal. Hè, in die tijd hadden ze natuurlijk bijna geen diesel. Deze hebben wel injectie denk ik, of niet? Nee, er zit er gewoon hier. Hier komt eigenlijk de benzine in. Dus je hebt hier een ding wordt hierop gebouwd en dan heb je hier onderaan je carburateur. Dus hier zit eigenlijk je vlottenbak. En dan gooit hij mij hier uiteindelijk in. Dat eigenlijk met een bocht zo. Normaal die Rolls-Royce die hadden hier nog zo'n compressor op zetten. Omdat ze natuurlijk in de lucht ermee vlogen. Maar wat bijvoorbeeld heel bijzonder is, die vlottenbakken, daar zit ook nog een overloopbeveiliging in. Dus als het op een gegeven moment niet goed gaat, dan loopt er gewoon dan loopt de benzine staat hier gewoon benzine in. En toen hebben we ook wel eens een keer gehad dat hij toen een beetje begon te branden. Dus we moesten heel snel. Dat is best wel spannend, ja. Want daar zit daar boven. Ja. Zitten je carburateurs dan ook nog? Zeggen, wat ik had zeg voor die vlottenbak, dan denk ik dat hier misschien, maar er zit al voor een tientje benzine in. Het blok was gewoon in principe prima. Dat is duur, is 35 km per uur of zo, hè? Gaat die volgens mij maar. Ja, maar uiteindelijk gingen ze tanken en dan hebben ze uiteindelijk extra tank aanhangen dat je nog langer kon rijden, want ze ding doet ongeveer 6 liter per kilometer. Dus je kunt ook zeggen, in de luchtvaart volgens mij doet die dat is per seconde volgens mij. Als je gas geeft, zo, iemand die vloog met zo'n ding, maar dan de Rolls-Royce en die zei ook van ja, dat is gewoon dat is hoe je stand hebt en dan is het zoveel liter benzine per minuut. Ik weet niet meer precies wat het was, maar iets van 10 liter of zo, denk ik. Dan,
Ja, dat verbrandt wel iets. Ja. Ja, dit is eigenlijk een beetje motorblok hier, waar nog een halftrekblok staan. Dat is eigenlijk ook Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk een zescilinder, maar het grappige is, dit is eigenlijk origineel design een zijklepper geweest. Maar ze hebben daar dus een kopklepper van gemaakt. Dus jouw noklas ligt nog wel beneden, net zoals bij een zijklepper is. Oh, maar dan hebben ze dus extra lange, ja, dus met tuimelaars hebben ze er een kopklepper van gemaakt. Maar een van de problemen is natuurlijk omdat er was niet voorzien dat er olie bovenin kwam. Dus ze hebben hier eigenlijk een bout in gedacht van nou, dan doen we maar een bout met een gat erin, dan komt die olie ook op boven. Oh, ja. Dus eigenlijk duurt het heel lang voordat hij de oliedruk vaak bovenal heeft. Omdat het, ja, die hele olie moet via één kanaaltje naar boven, dan moet hij zo weglopen. Ja, de ingelopen, oh nee, ja. Nokas. Ik wil zeggen ingelopen nokas, maar deze niet, want die zit onder. Ja. Zit onder, ja. Ja. Dit is de M60, volgens mij hoor je nou die vogel. Hier zit een vogeltje in, kwamen we achter. Hoort hem ook nou een beetje. Ja, hij zit ook een geluidje te maken. Maar dit hoort daar op die koepel die nou, of ja, de hul die binnen staat. Ja. Er zit een moteur in. Ja. Er zit een mereltje in volgens mij. Oh, er zit Leroy zit erin. Ja, ja. Ja, er zit iemand te sleutelen. Maar die vogel zit ook erin. Zit die vogel er nog wel in? Gewend. Ah, ik vind het wel gezellig. Maar zijn jullie wel vriendjes? Ze hebben al een naam gegeven dan. Ja, die heet Jacqueline. Oh. Oh. Ja, dit op zich, ja, wat je ziet, dit is een koepel van 14 ton ongeveer. Je ziet dat er echt al zwaar, Sherman tank koepel weegt misschien 5 ton. Hier zie je echt al dat er steeds meer staal op gekomen. Ja, ja, want die is zelfs voor jullie bovenloopkraan dan. Ja, ja, hij is te zwaar voor de bovenloop. Maar we zitten gelukkig langs de buurman die een hoop kraan heeft. Oh ja. Dus daar maken we wel eens gebruik van. En wat je ook ziet op een gegeven moment is dat ze dus die punt 50 die ze dus eigenlijk vaak er buitenop hadden, nou komt dat hier wel, maar dat ze die bijvoorbeeld ook al erin verwerken. Dus dat je eigenlijk niet meer naar buiten hoeft om de punt 50 te bedienen. Echt een koepeltje ook daar, waar die... Ja. En die draait ook los van de toren, dus in principe kan de commandant, die kan ergens al het tweede doel zien. Dan kan je daarna zeggen, tweede doel daar, hup, schiet maar. Je hebt twee beelden en uiteindelijk als je over elkaar lapt, dan kun je dus daarmee de afstand bepalen. Ja. Dus aan twee kanten heb je zo'n knobbel met... Ja, die staan op een bepaalde maat uit elkaar en dat is ook gelijk waar je mee kunt rekenen eigenlijk. Ja, het is rangefinding, maar geen laser rangefinding eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk twee beelden en als dat hetzelfde is, ja, dan weet je hoeveel afstand er is. Als het niet meer uitziet alsof je gedronken hebt, dan komt het. De truc was natuurlijk wel, degene die dit deed, die werd er ook op getraind om al bijna goed te zetten. Want anders ben je echt zo aan het draaien van, het wordt niet beter. Weet je? Als je een brilletje in de winkel moet zoeken, weet je wel. Begin misschien ook al met... Waar je denkt wat je nodig hebt misschien. Hè? En dat hadden ze natuurlijk vroeger allemaal niet. Vroeger was het vaak, en dan hadden ze ook wel boordkanon gebruikt ervoor. Om de eerste keer misschien met een punt 30'tje. Want dat was eigenlijk niet echt bedoeld te kijken, de afstand, schieten. Om te kijken van nou, zitten we ongeveer goed. Wat ik wel eens gehoord heb ook is dat ze soms eerder, als ze hem instelden, dat ze dan er overheen wouden schieten. En hem langzaam dan terugstellen op doel. Ja, ja. Omdat ze dus niet een kolonie op zoveel afstand in één keer... Dat is ook fijner als je erachter schiet, want dan kijkt de vijand op de verkeerde kant op. Ja, dat was eigenlijk de reden. Want als je ervoor schiet, dan weten ze... Ja, dan weten ze waar je bent. Dan weten ze waar je bent. Het gaat natuurlijk over degene die rangefinding is eigenlijk de afstand tot je doel bepalen. Ja. En wat hij hier nou doet, hij heeft aan weerskanten zit er zo'n lens eigenlijk. En die schutter die kan dan, die kijkt eigenlijk door die twee lenzen als het ware. En ja, je snapt als zitten aan de weerskanten van de koepel eigenlijk. Ja, die kijken eigenlijk naar één punt. Door die hoek bij te stellen, dan kun je dat punt dus eigenlijk bepalen. En dan die afstand. Beetje duidelijk verhaal? Beetje lastig uitgelegd, denk ik. Dus... Ik vind het altijd bijzonder om over na te denken dat ze dat vroeger dus niet hadden. En dat dus echt mensen dus op wat ze zagen, zo schoten ze. En dat is dan de truc dat je dan maar eerst dan... berekeningen voor wel. Ja. De kijker van de schutter, de gunnerscope van het 55 en zo, daar zit zo'n lineaaltje in. Ja, die is op volgens mij 2,7 of 2,8 meter is dat dan. En dat is dan dus de hoogte van een Amerikaanse tank. Ja. En dan met dat lineaaltje kunnen ze dan vergelijken. Oh, als die daar tussen past, dan staat erbij welke afstand dat dan is. Oh, dat is ook wel slim, ja. Ja, dus zo deze dan. Gewoon op 2,8 meter of 2,7 meter. Ja. Een M48 is eigenlijk, dat is net weer voor de M60 geweest, dus dat lijkt heel veel op een M60. Deze heb ik volgens mij zien staan op jullie site. Heeft deze een beetje binnenbrand gehad of zo? Dat is toevallig een andere weer. Maar die hebben we hebben twee, we hebben er drie eigenlijk zelfs. Ja. Maar deze staat hier, omdat we deze gaan we het eerste mee beginnen. En deze bouwen eigenlijk om naar de Vietnamperiode. En een van de dingen is, er moet wel een ander type kanon in. Omdat deze op een gegeven moment geüpgraded werden. Omdat een M48, daar zat eigenlijk een 19 mm loop in. En dan hebben ze die geüpgraded om hetzelfde te maken als een M60. En de M60 heeft een 105. En dan hebben ze eigenlijk hetzelfde kanon waar hierin zit, hebben ze hierin gezet. Dus wij gaan hem eigenlijk weer downgraden.
omdat dat dan de juiste periode is wat onze klant daar bezoekt. Inderdaad, ja. Want jullie restaureren voertuigen, maar ook in opdracht van klanten eigenlijk. Ja, hè? Want ze kopen voor jullie een ongerestaureerd voertuig en dan restaureren jullie eigenlijk. Dat is toch, Vaak hebben klanten een bucketlist van ik zoek iets en dit is mijn verzameling en ik wil die complementeren. En dan zoeken ze bepaalde tanks en dan gaan wij uiteindelijk voor hun op pad. En dan vinden we die, of soms vinden ze hem zelf, kan ook nog wel eens. En dan is het eigenlijk vaak de vraag, hè, wat meestal het meest belangrijke is, dat je zo compleet mogelijk dingen hebt. Omdat onderdelen bijmaken is altijd wel moeilijk. Of, sommige dingen kun je wel aankomen, maar sommige dingen ook helemaal niet. Dan beginnen we uiteindelijk te maken vaak een soort budgetary, een opdracht van dit gaat ongeveer kosten om te repareren. En dan doen we dat op progress eigenlijk, hè, dus op een maandelijk zo, we hebben dit gedaan, dit zijn de kosten. En dan, en zo gaan we, zo doen we het eigenlijk. Oh, mooi. Ja. Het is wel moeilijk denk ik om van tevoren kosten in te schatten. Ja, dat is heel lastig. Dus we zetten er ook altijd wel onvoorziene kosten bij, omdat je niet altijd kunt inschatten helemaal. En het is ook wel soms dat we tijdens het restauratieproject achterkomen van we gaan het gewoon niet redden. Maar dan kun je misschien altijd nog dingen strepen. Hè, dat je zegt, voor mij is het niet belangrijk dat er een werkende radio in zit. Dat scheelt natuurlijk wel een stuk aan uren qua budget. Dus dat is. Dat is vaak een beetje, kijk, en sommige klanten zeggen ook wel eens, daar hebben we al wel weer geluk mee. Die zeggen, jongens, doe maar gewoon wat jullie denken hoe goed is. En dan, als het iets meer kost, dan laat me graag weten. Dan is dat ook goed. Hey, ik zie hier al die lopen aan mijn pot snijden. Ja. Helemaal eraf. Die moeten terug aangelast worden straks? Of? Ja, die moeten weer gerepareerd worden natuurlijk. Misschien een heel lang verhaal, maar in principe, als het Amerikaanse leger iets afstoot, dan moet het volgens een bepaalde manier kapot gemaakt worden. En dat heet eigenlijk een DOD, en het Destruction of Defense Materials of iets, zoiets is het. En een van de eisen is bijvoorbeeld dat ze zeggen, de loop moet dan op die plek doorgesneden worden. Daarna kun je dat wel repareren, maar dit is nooit meer een schietbare loop. Nee. In principe, waar wij dan vaak aan zitten, voor ons, wij kunnen in principe zo'n ding scherp hebben van onze vergunning uitgezien. Alleen we moeten natuurlijk de verzamelaar die daar heeft, de meeste verzamelaars mogen het ding niet live hebben. Sommige museums wel, die mogen het dus toch in de hoedanigheid hebben hoe het is. Maar wij moeten het vaak nog extra, dus dit is al kapot, maar dan moeten we het nog ergens een extra geld in maken of iets. Volgens de nieuwste richtlijn, omdat het wordt ook elk jaar strenger natuurlijk. Wat vroeger hier normaal was, maar in principe zou je kunnen zeggen, je hebt dan misschien een heel kort loopje, maar die werkt ook nog. Ja, dat zou je wel denken. Het is niet heel gericht, meer. Dus niet heel veel kracht natuurlijk. Je hebt er helemaal gezak aan. Laat me zeggen, vanuit militair gezien is het denk ik niks meer waard. Maar nu moet er ook nog meer aan kapot eigenlijk. En voor ons is het ook wel fijn dat je weet van wij zien het echt als verzamelaars en niet als wapen. Als wapen. Nee, dus ik vind het altijd wel mooi besef dat wij dingen in de verzamelaars waarde geven, maar die niet meer inzetbaar zijn. Ja, hier staat eigenlijk dan de M80. En wat heel grappig is misschien te zien, is dat hier de voorkant zijn wat kleiner laten zien. Dus je ziet die ontwikkeling dat ze dit toen bedacht hebben, maar dat ze die toch nog spitser hebben laten lopen. Nou, dit is helemaal gegoten inderdaad. Ja. Maar het ook weer last naar erin. Ja. Dit is wel weer een deactivaat. Oh, is dat voor Duitsland? Ja, nee, niet voor Duitsland, maar wat hier weer de eis is. Omdat dit nog best modern is, hangt hier nog echt de Amerikaanse defensie aan. En die zeggen dus, je moet hem eigenlijk zo doorsnijden. En dat je dat nou weer repareert mag wel. Maar ballistisch is er niks meer. En dat is maar net, kijk, welke partij mag hem ontvangen en welke partij, welk verlof. Wij vinden dit altijd jammer als dit gebeurt, want als wij het rechtstreeks zouden, dan zou het niet nodig zijn, omdat wij de vergunning hebben. Maar iemand die dat niet heeft, die moet het wel weer doen. Dus. Ik weet, in Duitsland moet je dus gewoon stukken eruit snijden. Precies. Ja, dat is enorm zonde om dat te doen. Ja. Kijk, heel gek gezien. Ik heb nog nooit het nieuws gezien dat iemand de tank gebruikt om een terroristische aanslag te doen. Want dat is dan de reden erachter dat je gaten erin moet maken, dat de politie erdoor kan schieten en die man kan uitschakelen die met die tank rijdt. Ja, maar als je zoiets wil, dan kan je er even goed, want je bent al crimineel bezig, je kunt er even goed dikke platen terug inlassen. Ja, hebben in Amerika allemaal die filmpjes gezien van die kerel met zijn bulldozer die bepanzerd heeft. Dus ik vind het, dat gaat een beetje te ver, maar gelukkig wonen wij niet in Duitsland. Klopt, dat scheelt. Dus, maar die hebben daar die eis daar. De meeste mensen die dit verzamelen, die gaan daar geen gekke dingen mee doen. Nee. Ik denk dat je al het nieuws bent voordat je ergens... Heb
je al wat kijkt inderdaad. Ja, dat is dan hier toevallig ook, die toren is dus hier ook een keer gewoon eigenlijk doorgehaald. Ja, zo kijkt hij helemaal doorheen. Sorry. Oh, maar wacht, hij is wel, hij is doorheen, maar niet losgesneden. Ja, ja. Maar wel dat is doorheen gesneden en dan... Maar ballistisch is er niks meer natuurlijk. Nee. Ah, oké, okay, dus dat stuk in die voorkant is er ook niet uit geweest. Dat is gewoon ingesneden. Net nog gehangen zo. Dan, ja, dat heel erg verzwakt is. Ja. Deze komen ook echt uit Amerika. Nee, die komen uit Griekenland. Alleen, het is een Amerikaanse tank, dus het blijft onder de ITAR, is dit. Blijft bekend in principe. Oké, dus Amerika blijft daar wel deel zeggenschap over houden. Ja, en dan moet het eigenlijk vrijgegeven worden vanuit het Amerikaanse leger. En die bepaalt ook wanneer het vrijgesteld is. Dus dan komt in principe een Amerikaan aan en die zegt dan, nou, dit is gesneden, hij is vrij. En dan schrijven ze hem uit het register. Dan heeft hij in een ander leger gediend, maar toch heeft de Amerikaanse overheid die nog zeggenschap over. Ja, dat is ook een beetje vanuit de NATO natuurlijk. En, ja, daar zit dat mee natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat is hetzelfde als de Leopard. KWM, of was het Kraus? Ja, die willen ook eigenlijk volledige zeggenschap nog steeds over die spullen. Ja. Dus als jij als of je schrot er zelf alles, bij Rock & Sous. Ja, maar dat is ook eigenlijk vanuit hun. Eerst was dat een soort pact, wel een bedrijf, maar dan was het los. Maar daar hebben ze ook weer helemaal teruggenomen. Het is nog wel volgens mij hetzelfde bedrijf. Die ja, was maar Koch. Het is helemaal Koch Battletank is volgens mij. Omdat die gewoon heel bang zijn, dat telt dat die dingen niet verschrot worden. En in één keer zijn die dingen weg en dat ze dan eigenlijk ontsteken komen. Hetzelfde toen we het in de Nederlandse Leeuwpas kunnen verkopen. Dat gaat ook via dezelfde kanaal. Dus je moet toch weer terug naar degene die het heeft geleverd. En dan zeg ik, ik wil het ding aan verkopen. Dat willen ze wel toch steeds. Ja, dat is wel interessant. Dat wist ik dan weer helemaal niet, dat op zo'n manier ook nog wordt. Blijf in principe altijd in zicht. En het grappige is zelfs, ik heb me wel eens laten vertellen dat zelfs Sherman tanks uit de Tweede Wereldoorlog in principe nog steeds van het Amerikaanse leger zijn. Ik weet niet of het echt zo is, hè, maar dat zei iemand mij ook een keer van dat blijft in principe een Amerikaanse tank. Even kijken joh, het is gewoon helemaal doorheen gesneden hier. Ook dit kapot gesneden daar. Zonde, koepeltje. Hé, maar waarvoor we eigenlijk even hier binnen kwamen kijken, dat is dit hele geval wat hier zit. Dat is dus die rangefinder die met twee lenzen werkt. Heel die balk hier. Je ziet, hij zit hier met een stang zit hij verbonden met het kanon. Hè? Dus als het kanon omhoog en omlaag beweegt, dan bewegen deze kijkers bewegen ook mee. En hiermee kunnen ze dus die afstand meten. Je hebt verschillende instellingen ook. Ik weet niet waar ze hem dan aflezen uiteindelijk. Hier kan je kijken. Dat is trouwens apart. De commandant gebruikt die rangefinder. Ja, ik dacht eigenlijk de schutter, maar dat is niet zo. Hiervoor zit de schutter. Ik weet niet waar hij zijn benen moet laten overigens. Dat is maar weinig plek. Ja, hoe zit je hier joh? Opgevouwen. Nee, dat is echt waar joh. Ja. Ik kijk, ik zal het proberen daar te gaan zitten. Ja, op zich. Met mijn linkervoet kan ik wel weg, maar mijn rechtervoet, ik zou niet weten. Ja, een beetje zo naast je. Een periscoopje nog daar. Je hebt niet voor niks hier een kussentje. Kun je zelf bedoeling. Kun je wel klem zetten met je hoofd. Ja, het is ook vaak dat ze leren helmpjes al, hè? Dat ze zo'n bumpstopje hebben of zo. Nou, hij heeft hier nogal wat lenzen trouwens. Maar die rangefinder is dus echt van de commandant. Want de schutter heeft zelf. Ik denk niet dat hij mee kan kijken uiteindelijk. Ja, ik weet niet. Dit geeft wel hetzelfde beeld als dat ding wat erachter zit. Maar ik weet niet hoe dat hij dat dan doet. Hier, we hebben ze helemaal kapot gesneden. Hier, de apparatuur ook gelijk mee. Dit project beginnen we niet meteen aan. Dus die hebben we hier een tijdje staan. Dan maken we eerst eigenlijk een formulier eigenlijk van wat we hebben nog nodig. Ja, een inventaris. En dan kunnen wij gaan zoeken. En soms gebruik ik ook wel eens Facebook ervoor als we het echt niet krijgen gevonden. Maar het is vaak gewoon in een netwerk van mensen vragen. We zoeken deze onderdelen, hebben jullie daar iets van? En je komt daar vaak op de gekste plaatsen wel tegen. Ik was in Italië dat iemand iets heeft en dan denk ik, hoe komt dat nou daar weer dan? Hier staan eigenlijk ook die ready rounds weer. Dus hier, de lader heeft eigenlijk niet veel ruimte als hij al zijn granaten bij heeft. En er zit vaak hier een gat in. En dat is niet om, laat maar zeggen, het water weg te lopen, maar omdat het een huls is en daar zit vaak onderin het slaggoedje. Je wil niet dat die de huls afleggen. En stel dat hier nou geen gat in zou zitten, maar en je zou die neerzetten en er ligt daar net toevallig een steentje. Ja. Dan kan het zijn dat je hem iets te lomp neerzet, dat hij afgaat. Duidelijk, Er zijn ook wel eens de dingen geweest dat ze er juist andersom erin zetten, dat je in ieder geval geen risico hebt. En dan staat de punt naar beneden. Dan hebben ze ook wel eens. Maar hier staan ze allemaal recht overheen. Die heeft wel flink ruimte wat dat betreft. Ja. Ik vind sowieso wel dat, want deze, hier is het goed leeg aan deze kant. Er zit heel weinig. De schutter heeft echt een beetje een hondenbaan dan. Hè? Gezien de plek die hij daar heeft. Nou ja, die commandant hier, die. Ik weet niet waar die kon zitten, maar die heeft wel een boel ruimte eigenlijk. Ja, de lader dan, als hij daar de boel leeg heeft, dan ook wel. Ja, dat gaat soepeltjes hoor. Ja. Goed bezig.
Er is trouwens wel toevallig zo'n blok waar hier staat, de blok die je net hebt gezien. Ja, deze. Hier is wat nog werk aan. Hier is nog werk aan. Nou zijn die blokken die daar eruit nou staan, dat waren wel van dit soort blokken. Ja, zo zagen ze eruit. Ja, ja. Alleen we hadden gelukkig vier, dus we hebben van vier hebben we het eigenlijk, nee, hadden zelfs vijf. En deze twee hebben we een beetje overgehouden. Daar hebben we wel spullen van afgehaald. Ja, oh, daarachter ligt nog één, ja, inderdaad. Ik zeg je twee. Ja. Ja, dit zijn dan die tracks van M48, dat is eigenlijk hetzelfde als de M60. Precies, maar hoe zag dat blok van binnen dat dan uit? Want ja, het is echt verschrikkelijk. Maar de zuiger staat helemaal vast. Dus er zitten gewoon weer nieuwe bussen in. Het enige wat we bijna bewaard hebben is gewoon het hart. En de krukas is eigenlijk weer. Ja, dat is weer een nieuwe krukas zit erin. Eigenlijk een noodgenerator. Daar hadden tanks eigenlijk altijd vaak erin zitten, omdat de huidige motor die verbruikt best wel veel benzine. Dan deden ze vaak, als ze alleen de radio nodig hadden, hebben ze een generator. Kon twee dingen doen. Het kon de accu opladen, of in ieder geval dat je met de radio kon gebruiken. Ja. Zonder dat je accu helemaal leeg loopt. En er zit vaak ook een magneetontsteking op. Dus jij heeft je hebt eigenlijk geen stroom nodig om zo'n blok te starten. Nee, het is echt standalone, ja, wat dat betreft. Dit is een M46, dus na de Pershing. Dus je hebt eigenlijk allemaal de Sherman tank gehad, hè. Die kennen de meeste mensen. Toen kwam de Pershing, dat was echt einde oorlog. En toen kwam de M46. En de M46 is eigenlijk een basis, eigenlijk bijna gewoon een Pershing. Patent toch, of niet? Ja. M46? Ja, en dan daarna krijg je M47 en M60. En M60 is geen patent meer, nee, of wel? Nee, daar hebben ze geen patent genoemd. Nee, want die M48 nog wel, ja. Ja, dat loopwiel waar omhoog staat, is dat veergebroken. Ja, veergebroken, ja. Ja, ja, ja. Ja, en dit is dat spanwieletje wat ze toen nog gebruikten eigenlijk. Dus dat je, wat je net zag, het systeem dat je tracks op spanning blijft staan. Ja. Was dit ook een bedoeling daarvan. Dat kun je hier ook wel zien. Hier kwam rotzooi tussen te zitten, waardoor het helemaal blokkeerde. Ja, en het zit ook in de trekkende part van de rups, ja, eigenlijk. Ja, dus dan zou eigenlijk eerder zeggen dat hij naar boven moet zitten. Ja, die steen die komt hier mee en maar daar blijft hij zitten. En toen hebben ze vaak een ding gezegd van, nou, dus neem hier af en dan niet meer repareren. Dus als hij kapot ging, moest je niet meer repareren. Dat was eigenlijk het verhaal. Maar wat hier wel heel leuk is, we hebben Pershing gerestaureerd. Maar dit is dus net wat daarna komt. En ik had in het begin het idee dat een M46 echt een nieuw model was wat ze gebouwd hadden. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat blijkt, dit is een Pershing geweest die geüpgraded is naar M46. Dus ze hebben op een gegeven moment, omdat het natuurlijk einde van de oorlog is, was die M26 Pershing, er zijn er volgens mij 14 maar geweest die echt naar nog Duitsland geweest zijn. Ja, dat was eigenlijk was het te laat. Ja, daar was ook met zo'n filmpje dat je zo'n panter uitschakelt. Een keul volgens mij. Dan zie je zo'n Pershing die dan op een panter schiet. Ja, is dat een filmpje wat dan zo'n heel bewogen filmpje, dat die bemanning ontsnapt, die eruit springt. Ja. Er waren er maar 14, daarna was de oorlog afgelopen en toen hebben ze M46 op een gegeven moment ontwikkeld. En vooral omdat de M26 Pershing... Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als de T-44 en de T-54. Ja. Want die T-44 daar hadden de Russen dan, maar die was ook eigenlijk net te laat. Ja, net te laat. Ja. En wat hier dus een probleem was, denk ik, wat ze achterkwamen, is dat de motor veel te zwak was. Want die zat een V8 in, 18 liter benzine, 500 pk. En dat was eigenlijk, die tank was eigenlijk te zwaar. Het was gewoon een langzame tank. En toen hebben ze op een gegeven moment dus als M46, toen zijn ze al naar die V12 Continentals gegaan. Ja, die had wel gewoon, die had iets van 800 pk. En die had genoeg koppel om de ding weg te duwen. Wat is Pershing? Ja, dus heel het onderstel is gewoon Pershing misschien. Ongeveer tot hier is Pershing. Ja. Het heel stuk wat ze erachter hebben gezet, dat is eigenlijk nou het nieuwe stuk. En dat maakt omdat als je de achterkant ziet, dit lijkt heel erg veel op een M47. Want het M47 heeft hij ook. En de luiken zijn ook meer M47 stijl. Ja, maar die kleppen, die al van die losse klepjes die open telt. Ik kwam erachter omdat wij waren serienummers aan het zoeken. En toen zagen we, er staat een serienummer in van de M46 en ook van de Pershing. Oh, dus het is echt een Pershing. Het is echt een Pershing geweest die ze omgebouwd hebben. Ja. En daar zien wij, kijk, vroeger was het zo, ze bouwden een tank en dat was op een gegeven moment, dat was die tank. Maar je ziet tegenwoordig steeds vaker dat de tanks die we nu, omdat het ook wat latere periode tanks van was, dat het geüpgraded. En dan heb je op een gegeven moment een A1, A2, A3, A4 tot en met A7 volgens mij. Zijn er wel eens dat ze doorgaan. En dan komt er pas weer echt een nieuwe versie. Maar dit hebben ze wel heel radicaal aangepakt. Want de spatborden zijn ook nog Pershing. Ja, je ziet hier ook een naad. Ja. Dat is echt een naad. Ze hebben dus daadwerkelijk een Pershing eigenlijk kapot gesneden. Ja. En dan een ander stuk. Een ander stukje aangezet. En dit, wat hier ligt, dus, dat is wel grappig. Waar ik woon eigenlijk, daar hebben ze allemaal nieuwe huizen gebouwd. En daar wonen wij nou ook. En er was één iemand en die vond tijdens dat hij zijn schutting ging plaatsen, vond hij dit in zijn tuin liggen. En dat is van een brandkerk of zo. En dat is wel heel leuk, dat is wel heel bijzonder. Want ik woon in die woonplaats en toen dacht ik, daar moet ik kijken wat hebben. Ik had hem toen niet gezien,
Dus ik dacht eerst, ik rol die in elkaar op en dan maak ik daar een soort bloemenbakje buiten. Ja, maar die rol ik nou niet zo heel makkelijk op. Nee, zo, van dit soort rupsen hadden we ook. En die zagen er nog een stuk beter uit dan deze. Maar die rol je echt niet zomaar op, nee. Het probleem is vaak met dit soort dingen, als je die stalen pennen hebt, hè, dan op een gegeven moment ook die slijtage die erin zit en zo. Dat wordt gewoon net knock-out. Het is natuurlijk ook dat die troep gaat daar, die kruipt daarin en dan gaat er liggen roesten. En dan groeit die pin groeit gewoon vast. Hè. Ja. Want die roest ook, dat is die in die rupspinnen erin zat daar. Ja, dat is zo hard samengedrukt. Ja. Dat is gewoon de steen geworden. Ja, zeg maar, stel als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je een millimeter roest hebt. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat iets 7 mm te dik passing is. Wij zien ook heel vaak hè, met zoiets, hè, dit is veel makkelijker systeem, want je hoeft alleen die nok eraf te halen. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. Ik heb laatst die... Maar als je zo'n pin hebt die helemaal doorheen gaat, dat is echt een drama. Je kunt er bijvoorbeeld ook uit gaan boren, maar dat wordt best kostbaar. Plus het nadeel is, pennen zijn aan de buitenkant gehard, dus als je hem uitboort, op een gegeven moment kom jij bij de verharding, dan kun je een bijtel hebben van, laat me zeggen, een heel duur merk, maar die sla je ook kapot uiteindelijk. Inderdaad, ja. Ja, wij hebben toen uiteindelijk met heet stoken en bewegen. En dan, alleen zo'n probleem, bij die Comet hebben we daar pech mee. Comet is gemaakt van de staal hadden we toen analyse gedaan en dat is magaan. En magaan is eigenlijk hetzelfde als slijtdelen van. Ja, en magaan wordt graafbakken. Ja, dat is heel sterk. Ja. Als je eenmaal warm stookt, dan is magaan niet meer sterk. Dan breekt het gewoon echt af. Ja. Daar hebben we dus echt die technieken mee proberen uitboren. Dan toch maar af en toe wat meer schakel links opofferen om dan toch weer een hele te hebben. Uiteindelijk is dan op een gegeven moment de keuze van gaan we het dan misschien nalaten gieten. Want dat is nog makkelijker dan... Want je hebt er best veel nodig vaak. Hè? En als je dan een aantal mensen gelijk doet dan... Er zit er gauw veel op van die schakel. Je ziet die M60 is ongeveer... Daar zie je dat loopt nog een stuk aan. Die stopt pas hier. Het loopvlak is hetzelfde. Deze wielen... Ja, deze staat dan toevallig omdat die vier kapot is. Maar de wielen die zijn hetzelfde als op een M6. Dus op een gegeven moment die Amerikanen waren wel slim in van ja, we hebben op een gegeven moment een wiel bedacht. Dan gaan we gewoon op elk ding toepassen. Ja, dat is ideaal. Elke keer een nieuw wiel te bedenken. Deze draagarm staat ik naar voren inderdaad. Ja, hier zit ook al dat systeem in met de extra dat hij mij eigenlijk. Ja, dat hij hem spant. Dat kun je nou niet meer zien. Maar hier vonden wij dan het M26 nummer. En hier vonden we dan een dit is het Pershing nummer en dit is eigenlijk de M46 pattern nummer. Maar hier staat nog de origineel beletting op. Kijk, USA. Dit is ook echt nog het nummer waar hoort ook echt op het voertuig te staan. Nou, dat is wel mooi, dat kun je inderdaad wel terugvinden waar die vandaan komt. Ja, nee, dit is Korea tijd uit geweest, daar is de koepel dan erbij. De turretring is veel kleiner, hè? Die is maar iets van 1,7 meter. En dan heb je ook weer dat daar de commandant zit, en dan zit hier de schutter en hier heb je dan weer de lader zitten. En dan zit hier normaal zit dan het kanon met een 90 mm. Ja, dit is wel geweldig, want deze kun je gewoon langs hier eruit halen. Ja, daar ben ik wel jaloers op, ja. Dat heb ook als pack dat je dat niet hebt. Nee, ja, dit is trouwens op schoten. Wat je heel vaak ziet eigenlijk met die dingen is dat nadat de dienst van zo'n voertuig op zat, je moet vaak het leger weer opleiden om een andere tank uit te schakelen. Daar werden die dingen vaak een trein op gezet. Ja, wij laten vaak wel zulke. Ja, dit zouden we dan bijvoorbeeld weer repareren, maar dit zouden we wel weer laten zitten. Omdat het is dan misschien niet in de oorlog gebeurd of iets, maar het is wel historie. Ja, dus, het is zo. Dat het in ieder geval H-target is geweest ooit. En wat zit hier? Want hier zit ik. Ja, er zit nog een deel van zo'n stuk projectiel in. Dat is dan koperrijk, hè? Wat een beetje. Ja. Het is gewoon een stuk projectiel zit er gewoon nog in. Ja, die andere koepel die we ooit hadden gehad, daar zat echt gewoon door 4 inch staal zat gewoon een mooi gaatje zo in gebrand. Maar deze is waarschijnlijk hierdoor direct beschadigd geraakt en dan doet hij niks meer. Zie je? Ja. Dan is het alleen nog maar dit, maar die gaat er niet in. Nou, dit is echt die splatter wat er vanaf gekomen is. Ja, want er zit natuurlijk nog steeds een explosieve lading bij zo'n hydrant. Dus je hebt nog steeds. Ja, er zullen best nog wel plekken zijn die misschien. Vaak komen ze ook wel eens tegen na het stralenpas. Ja, dit is dan weer een deactivatie die ze dan als ijs hebben gesteld. Ja, dit las je wel weer gewoon dicht. Dat soort dingen wel. Dat is dan zonde om zo te laten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, leuk dat je hier nog de ster ziet. Kijk, en hier is dat ook weer. Dus hier hadden ze ook weer een sperpunt 50 eigenlijk. Dus de loop lag hier tussen. En dan hadden ze hier de ding, eigenlijk de punt 50 zonder loop staan. Dus alleen de kredel met het achterstuk. En dan een stukje waar al die gaatjes in zitten en dan lag hier de loop. Okay, dan hebben er waarschijnlijk ook nog 2 lopen in. Dat zit hierbij aan. Zo'n loop die is natuurlijk snel op schade. Als je bovenop tank staat en je rijdt per ongeluk een keer ergens lage dingen door. Maar het is ook wel, vanuit de schieten wordt zo'n loop warm. En dan is op een gegeven moment ook wel de eis van wisselen. Wissel, want dan wordt hij volgens mij niet meer loopzuiver. Omdat hij warm is, hè, krijg je toch een beetje dat hij... Het inkakken. Als hij heel warm wordt, dan uiteindelijk ga je ook dat de munitie eigenlijk, dan gaat hij ook haperingen geven. Dan gaat hij storing aan het wapen geven.
vast. Nog. Ja, die MG42's, deze dat ja, ook in een snel wisselen. Ja. Maar ja, dan, volgens mij waren die dingen toch niet zo zuiver. Er was gewoon heel veel kogels sproeien en een beetje alle kanten op mikken, denk ik. Dit vind ik een interessante discussie altijd. Wat is nou de beste tank uit de Tweede Wereldoorlog dan even? Ja, dat is er eigenlijk niet, want ja, maar het is maar net wat de dag is waar je, waar toen de beste was. Het ligt eraan wie je bent. Ja, of dat jij de baas van het leger bent, of dat jij degene bent die erin zat. Dat is ook zo'n vraag. Bijvoorbeeld, T-34 wordt bijvoorbeeld wel beschouwd als een van de belangrijkste tanks en heel goed. Eigenlijk. Maar in rij is niet echt fijn. Nee, daar kon je beter niet in zitten. Want, en hetzelfde voor de Sherman ook zoiets. Maar als je kijkt naar die Duitse tanks, die waren natuurlijk wel die waren heel goed. Maar ik wil liever geen monteur zijn die aan een Duitse tank moest werken bijvoorbeeld. Dus het is maar net vanuit welk invalspunt. Ik zeg maar net hoe de dag is, wat de beste tank. Maar dat is net als met wapens. Zo'n MG is misschien wel heel veel wapen. Maar als je al die munitie gaat moeten schouwen om mee te nemen, want dat ding schiet volgens mij 800. Ik weet niet hoeveel rounds per minuut. 1200 volgens mij per minuut. Dat kun je niet aanleveren. Ja. Als je .50 is dan bijvoorbeeld heel langzaam, daar heb je wat minder minuutje van nodig. Maar er zijn wel weer zwaardere patronen. Dus dat is maar net, wat is je doel? Voor één klus is het per klus is het eigenlijk veranderlijk. Wat heb je nodig? En soms heb je zien dat mensen bijvoorbeeld de Centurion Tech, vond ik dan een heel mooi voorbeeld, dat hij dan eigenlijk perfect was, omdat hij net wat lager kon schieten. Ja, voor de Golden Heights, dat moet je maar eens opzoeken. Het is inderdaad een interessante film. Er komt een film van ook. Je moet denken aan die film T-34. Ja, Beast of War. Ik vind het wel heel mooi gefilmd, dat ze die granaten en zo. Het is natuurlijk niet helemaal realistisch. Dit is een Corvette, dat is eigenlijk een prime mover. En die is bedoeld eigenlijk een hele zware vrachtwagen. Maar dat je een zwaar kanon eigenlijk mee kunt nemen. Dus er zit ook luchtaansluiting op, want die kanonnen zijn vaak zo zwaar dat ook luchtremmen hebt. Maar dit ding is eigenlijk net iets groter als de tank. Want hij is net ongeveer een halve meter lang als de tank. Dat zou ik niet zeggen, maar Het is toch een heel groot ding. Want het lijkt eigenlijk zo'n hele grote GMC. Maar als wij hier op de tank zetten, dan heeft ongeveer, de tank is net iets kleiner. Je houdt al hier op, bij wijze van spreken. Ja, lopen ze dan wel lang als die meegaan. En dit is dan ook eigenlijk compleet gerestaureerd en uit elkaar gehaald. Ja, nou, dit is eigenlijk het laatste werk wat ze eraan doen zijn. Dus echt nog. Komt nog de belettering, komt erop en zo. En dat is vaak ook nog vaak een heel een dingetje natuurlijk, wat de juiste belettering erop zetten met de juiste maten en zo. Dat allemaal klopt. Tegenwoordig bij de stralen gewoon gelijk in de kleurspuiten. Dus wij geven wel de lakkleur mee die wij willen, want daar zit vaak nog wel wat wij erop willen. Dat wil niet altijd zeggen dat de stralen zoiets kan spuiten, want die willen ralkleuren spuiten. Dat hebben wij eigenlijk niet. Maar er is iets, kijk, als je toch al zo'n ding gestraald hebt en in de primer hebt, dan is die lakkleur niet zo heel moeilijk. Dat is, staan ze gesteld. Dat hebben wij inderdaad met de koepel ook zo gedaan. Wij hebben er al die wielen nog staan afplakken. Al de banden. Ja. En alles mooi meegespoten. Hadden ze daarna al die plakbanden weer afgehaald. Toen moesten wij naar de rand rollen. Ja. Daar ben je lang mee bezig stiekem met van die wielen afplakken. Dat is echt een bokkenwerk. Je zou zeggen, dat valt wel mee. Soms zo'n rubber strookje. Maar toch, als je ze allemaal moet gaan afplakken. Ja, dat is veel werk. Ja, en hier hebben we dan trailer staan. Dat is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog en dat is eigenlijk gewoon bedoeld om een voertuig eigenlijk achterop te zetten. Hier komt dan een doos op te staan. En die zijn we ook eigenlijk aan het restaureren voor een klant. Ja, dat is een vreugde-over-trailer. Ik vind het op zich wel bijzonder dat je denkt dat er niet veel werk is, maar toch is een trailer best wel stiekem veel werk. Ja. Er zit toch nog heel veel op. Er zit er net geen motor in of zo, maar er zit toch luchtleidingen, het zit toch best heel veel. Op en aan, waar je eigenlijk in het begin niet had verwacht. Zijn dat echt nieuwe onderdelen ook deze? Of daar heb je die echt ook weer gerestaureerd? Ja, dat is gerestaureerd. Wat trouwens wel leuk is hier om te zien, is dat je dus ziet dat in de Tweede Wereldoorlog rechters niet altijd waarde aan hoe goed een trailer gelast is, maar wel een tank. En als je deze lasten ziet, dan zouden wij gewoon afkeuren. Ja. En dat is omdat. Dat vonden ze toen niet zo belangrijk. Als die trailer misschien in elkaar zakte, was niet zo erg als een tank die uit de kamer. Dat gewoon, zakt ook niet uit de mensen die. Je ziet hier ook, joh. Dat is echt niet goed gevloeid. Of dit ook, hoe dit er tegenaan gebakken is. Dat is ook gewoon, daar heeft iemand, ik weet niet, misschien niet eens het lucht open, of het gas opengezet, als je dit ziet. Dus dat vind ik altijd bijzonder als je in de Tweede Wereldoorlog ziet, als ze iets maken, dat je ziet zodra het niet tactisch belangrijk is, dan laat ze iedereen eraan lassen. Als maar een beetje. Ja, dat is mooi. Dat vertelt wel iets over het verhaal van zo'n ding eigenlijk. Kijk, zo'n ophang is dit, hè? Dat is wel belangrijk. Dat is wel weer belangrijk. Dat is duidelijk een andere las geweest. Dat is een andere las geweest. En die
Deze ligt ook nog, ja, valt een beetje tegen, maar die is ook nog redelijk. Ja. Daar dan weer niet echt, inderdaad, hier zo. Hier is het. Zoek je volgens mij als kas op. Ja, of weet je wat ook kan? Het kan ook zijn dat die, lasser hier begonnen is met lassen. En tegen de tijd dat hij daar in de bocht kwam, toen had je het geleerd. Dat is de inwerkperiode voorbij. Oké, ja, we hebben boven de grond opgezet. Spulletjes, maar ik denk dat het leuk is misschien om het in die voertuig nog wat te vullen. Ja, maar dit is misschien wel interessant om voor jou ook hierin te gaan, omdat dit eigenlijk ook dezelfde periode is als de 69. Ja, ja. En dan zie je dan het verschil, want het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dit is van Duits gedaan, maar het is natuurlijk hetzelfde geschenk, het is bedacht. Ja, dus die 69 is eigenlijk van 82 of zo. Ja, maar dit is ook, volgens mij is deze jaar 65 of zo. Oh. Een druk gepoetst ook daar. Dit is wel, dit is best ruimte wat je hier hebt toch? Ja, aan deze kant zit dan weer de lader eigenlijk. En die heeft dan daar eigenlijk allemaal genaadrekken staan weer bij hem. En dan waar jij nou zit is eigenlijk de commandantspositie en dan voor je zit dan weer de lader. Ja, het is eigenlijk dezelfde layout als bij de T55 ook. Alleen is het daar net gespiegeld eigenlijk, want hier zit dus de schutter, maar die... Oh, oké, ja. Ja. Ja, dan moet ik dit stoeltje opklappen, hier zit het stoeltje nog. Ik zal eens even kijken, de plek kan opschuiven. Hier heb ik ook best wel plek eigenlijk. Ja, hier zit best wel een flinke computer eigenlijk zo in. Als je dan... Het is allemaal oude techniek natuurlijk. Maar hier zit eigenlijk dan wel alles automatisch in. Dus hier heeft hij eigenlijk een laser die bepaalt wat de afstand is tot een voertuig. En er zit ook wel grappig, hier zit achter, lijkt een soort... een pompje te zitten en daar is hij ook echt bewust eigenlijk, zit eigenlijk als je in diep water gaat rijden, ligt hier een soort fietsband in, een hele grote. Oh ja. En dan kun je eigenlijk met deze kun je je fietsbandje oppompen. En dicht hier af. Zodat hier geen water hier binnen loopt. Er zitten wel twee pompen in, die het water eruit moeten pompen. Want hij zal natuurlijk toch een beetje lek zijn. Dat is ja. Bij de T55 of type 69 zit daar een soort van lint zit er rond die koepel heen. Oh, vetkort of zo. Ja, dat is echt een lint. En dan kun je met een hendel trek je er eigenlijk aan. En dan trekt hij hem, die zit eigenlijk over die naad. Dan trekt hij hem klem. Ja. Kijk, we hebben dit. Ja, radio, denk ik, ook ja. Natuurlijk. Hier komt nog wel de radio in. Alleen die is hier uit. Oh ja, en dan heb je al die spulletjes zitten. En dan hebben ze... Even kijken, hier zit volgens mij je hebt hier normaal, zet je al die hydrauliek en je toren druk aan. Hij heeft zelf ook nog een paar periscopen naar buiten. Kijk, dit is altijd wel grappig, ik weet niet of erbij, je kunt deze dingen, dus vroeger had je een stalen afdekking, maar hier heb je gewoon van een soort rubber. En het idee hierachter is dat als je hier nou licht in de koepel zou hebben, dan zie je buiten, zie je dus uit al die glaasjes zie je licht. Dus je ziet dan toch de tank. Dus de reden dat dit eigenlijk altijd verduisterbaar is, dan kun je wel niet naar buiten kijken, maar dan kan in ieder geval de vijandje niet zien. Ja, als hier het licht aan is, dan zie je het inderdaad niet. Ja, en hier zit er volgens mij deze knop, om ik even zeggen, maar dat is volgens mij dat hij aangeeft uiteindelijk een soort failsafe van dat hij weg is bij het kanon. En dat het kanon eigenlijk afgevoerd kan worden zonder dat hij hier met zijn handen nog zit. Want hij laait hem uiteindelijk en uiteindelijk bepaalt hij niet, de lader bepaalt niet wanneer hij afschiet. Dat bepaalt eigenlijk de schutter of de commandant. Want de commandant heeft volgens mij een overheid. Dus hij moet gewoon zorgen dat hij weer met de volgende graad klaar staat. Maar hij kan hem dus wel blokkeren als hij... Ja, als hij niet... want volgens mij moeten ze allebei induwen. En dan heeft hij volgens mij, moet ik even denken, heeft hier een handvat. Dus ik weet niet precies, volgens mij moeten ze zoiets doen. Dat in ieder geval, want dit komt naar achteren, dat hij daar niet in de buurt is. En dan hebben ze... Even denken, hier heeft hij ook weer, net zoals die andere... Heb je hier een ding om de lege hulzen naar buiten te gooien. Ja, oh ja, dat klepje kan ook. Ja, en hij kan deze stoel kan je dan twee standen zetten. Waar je dan op zit. Oh. En hij kan hier dan net op staan. Maar de commandant die kan zijn stoel helemaal naar boven zetten en naar beneden. Ik heb jouw lampje leeg gemaakt, joh. Ja. Sorry. Oh ja, nou, we staan nu inderdaad met het geschut naar achter gedraaid. Ja, en dan zien we hier dan kun je bij de genaadrek. Dus normaal heb je een aantal ready rounds. Dus wat je dan tot je nu beschikbaar hebt. En daarna moet je dus je koepel draaien om hierbij te kunnen. En dan is eigenlijk dit is eigenlijk de ruimte waar je pakt. Dus je draait de koepel, moet eigenlijk wat meer naar die kant draaien. En dan kun je ze zo eruit halen. Want als lader kun je hier niet pakken, want hier ligt normaal je bak onder. Die zit nou niet gemonteerd. En daar kom je eigenlijk je lege huls in te liggen. Ja, en die bak die voorkomt eigenlijk ook dat iemand erachter gaat staan. Ja, dat is ook wel weer. Want hier zit normaal waar je nou helemaal kunt komen. Hier is normaal een heel gaas rekje eigenlijk. Dat je eigenlijk hier niet in de buurt van het kanon kunt komen. Nee, precies. Zeker. Maar, waar moet de commandant eigenlijk met zijn voeten zitten, joh? Vroeg maar. Ja, eigenlijk, hij heeft hier een plateautje.
die uit kan klappen. En deze stoel kan dan verder naar voren. En dan heeft hij. Maar het is echt inderdaad. Oh. Dit is een heel klein. Ik vond al dat ik hier lekker wat ruimte had. Maar dat is dus niet de bedoeling. Nee, die stoel moet nog verder naar voren. Oh. Maar je kunt daar niet in één keer gaan zitten. Dus ze hebben dat gemaakt als het ware dat je eerst gaat zitten. En dan sluit je jezelf op. En dan kan de commandant. Het is ook over het algemeen zo. Ik weet niet of het bij Leopard was. Maar er was in ieder geval in de Tweede Wereldoorlog. Dat degene die de schutter was. Die was eigenlijk nooit op tijd om te kunnen ontsnappen als het dan misging. Omdat die zit gewoon zo opgesloten in de tank. Inderdaad, ja. En vroeger kon de lader daar ook niet, want die had vaak niet een eigen luik. Dus die moest achter het kanon vaak via de commandant eruit. Maar daar hebben ze toen ook heel snel veranderd dat die toch ook altijd een luik kreeg om weg te kunnen. Ja. En de chauffeur heeft dan zijn luik onder die om weg te kunnen. Die kan daaruit inderdaad. Ja. Dus zelfs twee. Maar die kan misschien niet altijd eruit uit de gewone hatch. Als de koepel verkeerd gedraaid staat, gaat het misschien niet uit. Bij een Leeuwpad is het zo dat eigenlijk als jij buiten het hatch rijdt en de koepel zou draaien, dan kun je eigenlijk in principe onthoofd worden. Ja, ja, dat is bij die... Dat is echt niet over nagedacht, maar ja, oké. Okay, er zit veiligheidsschakelaar op die hatch natuurlijk ook. Ja. Als die open is, dan kun je hem niet draaien. Maar dat, dat is... wij zeiden ook altijd, als je gaat rijden met die dingen, dan moet je echt zorgen dat die koepel vaststaat. Of je rijdt met een team die geïnstalleerd is. Want eigenlijk kun je een tank bijna haast niet alleen rijden. Zo is het ook niet gebouwd. Nee, ja, de auto is wel gebouwd, je bouwt om alleen te rijden, maar een tank niet. Daar heb je iemand in en je hebt een communicatiesysteem om zo mee te komen. Dus al de klanten die wij uiteindelijk die een tank kopen bij ons, die geven vaak ook een instructie en een cursus. De meeste onderschatten het vaak toch wel. Die denken, oh, dat is best makkelijk, maar het is toch... Dan moet ik nog een keer terugkomen voor zo'n cursus. Ja, er zijn dus die cursus daar. Ja. Wees als bij de aflevering van Tank. En deze zal waarschijnlijk in Amerika plaatsvinden als we weer een keer mogen reizen. Maar dan geven we eigenlijk een cursusje en dat is eigenlijk een soort dagje. Een van de belangrijkste dingen is altijd dat je sowieso controleert dat je luiken allemaal gelokt zijn. Dat die niet los liggen. Ja. Want daar gaat vaak het meeste mee fout, hè. Je vingers zijn niet gemaakt om... En je nek ook niet. Bij die 69, die gaat omhoog en dan scharniert hij opzij. Ja? Alleen als je hem dan niet vergrendelt, dan maakt hij een bocht, dan scharniert hij terug. Ja. Dan is het toch van guillotine. Niet, ja, er zijn veel die daar op een niet fijne manier achter zijn gekomen. En de meeste wel uiteindelijk niet een blijvende schade hebben gehad. Maar dat is echt niet... dat is een van de belangrijkste punten. Dat je gewoon oplet dat alles vergrendeld is, dat alles vast zit. En dat je eigenlijk met een team rijdt die allemaal wel weten waar ze mee bezig zijn. En dat je om elkaar ook elkaar vertrouwt. Inderdaad wel. Dat is ook in het legerrijk echt zo. Hè? Die jongens die vertrouwen elkaar op alles. Hè? Om mensen ding te vechten. Ja, de chauffeur die moet ook eigenlijk bijna blind rijden wat dat betreft. Want je hebt zelf heel weinig overzicht. Ja. Het is dat ik met dat ding bij ons binnen en buiten kan rijden. Dat ik, met spiegels kan ik aan de zijkant wel iets zien. Ja. En ik controleer van tevoren heel goed of dat er iets staat. En dan gaat dat wel. Maar ik vind het wel knap als je ziet het leger. We hebben toen ook wel eens zitten kijken. Toen was er een oefening hadden ze toen gedaan. De race met de Leopard 2. En dan vol gas in zijn achteruit. Dus dat is vierde versnelling. En dan reden ze gewoon een parcours. Terwijl dus de chauffeur zit andersom erin natuurlijk. Dus die ziet niks. Goh. En die reed gewoon perfect die baan. Hè. Het was wel niet een heel moeilijke baan. Maar die reed perfect die baan waar die rechts misschien rechts wil liggen. En dan denk ik, en dan ook nog met een flinke snelheid. Hè. In ieder geval, dan ben je echt op elkaar ingetraind. En dat is ook wel nodig natuurlijk. Want als je het nodig hebt, dan moet je wel van elkaar op aankomen. Even kijken, we hebben de bestuurder nog even kijken. Ja, dan moet ik denk ik misschien... Zal ik anders even uitgaan of zeg jij... Ja, dat kan. Dan klik ik even daar... Oh, kijk hier. Dat is iets makkelijker. Ja. Die kun je daar ook wel inklappen. Ja hoor. Even kijken. We gaan naar de bestuurdersplek. Even kijken. Het klikt gewoon vast. Die ready rounds die staan hier aan de zijkant, dus daar heb je ook al aardig wat ruimte. Nou, is het ontsnappingsluik, dus open nou. Even kijken. Hier. Daar zit de bestuurder. Ja, bestuurdersplek. Ja, wat hier wel leuk is om te vertellen is dat je ziet daar, je hebt eigenlijk een rempedaal en een gaspedaal. Het rempedaal is een heel groot pedaal. Dat is niet omdat je nou een hele grote voet hebt, maar die moet je met twee voeten bedienen. Want hij is gewoon, anders rijdt de tank aan. Dus, en dan heb je hier eigenlijk een soort... preselector. En dat is eigenlijk een soort halfautomaat kun je vergelijken. Daar selecteer je versnelling in. En wat het voertuig zelf doet, is dat als jij een bepaald toerental zou rijden en je zou hem opschakelen, dan bepaalt hij zelf eerst bij welk toerental is de juiste moment om te schakelen. En als je bijvoorbeeld een te hoog toerental zou zitten, dan schakelt hij niet op. Totdat jij je toerental zou verlagen, dan schakelt hij zelf op. Dus het is eigenlijk een soort preselector. En dan heb je eigenlijk hieronder is de stand eigenlijk. Daarmee kun je zeggen
Je hebt de letter W is voor wenden. Ja, dan kun je, dat is om de as draaien. Ja, om de as. En je hebt dan de letter V en de R of zo. En dat is voor achter. Ja, de reverse is achteruit en de V is dan weer vooruit. Voorwaarts. Ja. En die. Dat is natuurlijk allemaal Duits. Ja, ja. En die, dus daardoor kan hij ook, dus als je in zijn achteruit kun je dus ook eigenlijk net zo hard als vooruit. En dan naast je heb je eigenlijk je paneel waar je gegevens op komen. En daar zit ook een waarschuwingslampje, zei ik, daar zijn die het meeste zo gebruiken. Want die geven gewoon aan dat er iets aan de hand is. Hij meet zelf bijvoorbeeld als de oliedruk niet voldoende is, dan zet hij de motor uit. Ja? Als het koelwater niet voldoende is, zet hij de motor uit. Er zitten allemaal een soort... Kun je daar ook overroelen? Want ik kan me voorstellen, in een gevechtssituatie, dan zeg je, ja, leuk dat er geen oliedruk is. Je zit naast jou een soort zekeringkastje en daar kun je een aantal dingen mee uitschakelen. Een van de dingen wat je daar ook kunt doen... Dus dat dekseltje daar. Ja, als je daar kun je zekering tussenuit halen om je ventilator unit uit te zetten, dan heb je 50 pk meer. Oh. Niet dat er ooit nodig is misschien, maar dat heb ik ooit in ieder geval van een gediende gehoord. En hier zit gewoon het systeem om het te starten. En wat je eigenlijk in het begin doet, je hebt een soort dodemansknopje, dat is om de diesel uit te zetten. Die hou je een tijdje aan voordat je hem start, zodat je zeker weet dat je in ieder geval wat oliedruk hebt. Dat is eigenlijk primen. Oh. Ja, dat ken ik inderdaad. En een stuur erin, hè? Ja, gewoon een stuurtje. Ja. Die rijdt echt als een sportauto. Dat is best wel leuk rijden, zo'n auto. Dat geloof ik, ja. Alleen je niet hoeft te tanken dan misschien, dat is dan het enige. Maar... Ja, precies. Dus een extra groot gaspedaal ook. Ja. Maar mooi, want een stuur is gewoon echt... Ja. Ja, dat gaat heel licht eigenlijk. Hè. Dat is bijna geen moeite. Om dit dus alles is het is ook eigenlijk over het algemeen een Leopard, laat me zeggen, het rijden ervan, dat is niet het moeilijkste ervan. Het is vooral dat je weinig zicht hebt, dat je dus met iemand anders moet gaan leren om dit ding te besturen. Het is niet zozeer dat het moeilijk besturing is. Nee. Nee, en wat in de Tweede Wereldoorlog wel vaak is, want die dingen, ja, dan moet je al kunnen dubbel clutchen of je moet... Dat is wel, ja... Want dit is gewoon een automaat. Ja, dit is gewoon een automaat. De juiste stand kiezen, gas geven en rijden. Bij die comment waar we mee geweest, daar moet je dus dubbel klutsen. Dus dan heb je schakelpook in het midden zitten. En dat betekent dubbel klutsen is eigenlijk dat je eigenlijk in zijn vrij... Dus je schakelt een keer naar zijn vrij. Ja, dan koppeling los. Daar is eigenlijk het idee. Je moet voorstellen, een tank van 40 ton, maar die is dan 35 ton. Die staat zo stil. Die staat zo stil, dus je bent nooit op tijd. En dan hebben ze daarmee een trucje bedacht, dat noemen ze stick shift. En dus dat je eigenlijk eventjes je stuurhendel bedient. Om daarmee ook een beetje het idee te geven dat de bak vrij loopt. Omdat dan tandwielen in werking gaan. En dan op dat moment hem net aan de snelling te trekken. Ik heb het wel eens geprobeerd, het is wel moeilijk. Maar in het boekje, als je het boekje leest, dan denk je dat het heel makkelijk is. Ja, maar dat is met meer dingen zo. Is toch wel even, dan moet je er wel vaker mee oefenen. En, het klinkt ook zo dramatisch als je net even fout schakelt. Hè? Ja, want het is allemaal rechte vertaling. Maakt allemaal een hoop herrie natuurlijk. En... Dat komt nooit zo sterk over, dat je dan mooi vol gas wegrijdt en denkt iedereen, nou, dan hoor je een en dan denk ik, nou, je hebt net zo even wees. Ja, ai. Ja, dat was met de dikke DAF natuurlijk ook zo, hè, het Nederlandse leger. Ja, ook. Wat in de Tweede Wereldoorlog gebouwd was vaak niet gesynchroniseerd, behalve de Sherman tank. Omdat een Sherman tank zit eigenlijk een stermotor in. Of ja, er zijn typen van stermotors in. En de stermotor is eigenlijk een vliegtuigmotor die ze... toegepast hebben een tank. En een vliegtuigmotor kun je eigenlijk over nadenken, die vliegt weg. Dus die gaat op het toerental en die vliegt en die landt weer. Ja, dat is wel constant. En dus die heeft maar een heel klein powerbandje eigenlijk waar die in werkt. En als je hem in een tank wil hebben, dan wil je eigenlijk vanaf nul, wil je eigenlijk je maximale koppel. En je ziet dus dat ze daarom die stermotoren hebben, die versnellingsbak al met synchromessen uitgevoerd. Omdat die werkt snel, op een klein, snel moest schakelen. Ja, die werkt op een klein powerbandje en daar moet, daar moet je in schakelen. Dat is ook wel de reden dat vaak die stermotoren kapot gereden worden. Omdat mensen niet eigenlijk hoogtoerig rijden. Ja, dat is in ieder geval gebouwd. Het ding is gebouwd om te vliegen en dat is gewoon hoogtoerig. Ja, veel toeren, niet te veel koppel leveren dan. Dat zie je vaak, dat is dat die stermotoren, de meesten die zo'n tank hebben, die slijten één motor en dan leren ze het. Oei. En dan, dat is een goede tip dan, voor als iemand een Sherman tank aanschaft. Ja. Dan gewoon vast een reserveblok op gaan bouwen. Oh, ja, dat kan ook. Je mag zeggen veel gas geven. Ja. Goed, ik kom er ook weer uit geklommen. Hey, zal ik hem aan jou geven? Het leger rijdt eigenlijk bijna nooit bovenleuk. Nou, nee, ik kan er zo ook wel uit. Het is wel leuk om te draaien natuurlijk. Ja, dat wel. Voor de video is het wel tof. Ja, ik vroeg me af of dat het hier langs of dat gaat of niet. Maar... Ik denk dat dat krap is hoor. Ja, het kan wel, maar dan moet je heel veel haast hebben, denk ik. Traversing.
loopbaandrijving hangt hier helemaal. Dan gaat dan een kadanasje. Daarna een tandwielkastje en dan hier. Dus dan zien we de stand. Oké, dus dat was traversing, deze elevatie, deze slinger. Kijk. Ja, de schilletjes nog maar. Ja, gewoon waarschijnlijk een familie eekhoorn die daar jaren in gewoond heeft. Zo, die dat allemaal vindt, maar ook wel in de benzinetank, omdat de benzinetank waarschijnlijk leeg is geraakt en dan dacht ik, oh, daar moet ik wel in. Ja, dat is met deze wiel wel mee, denk ik. Wees echt van het Nederlands leger geweest dus? Deze is het Belgische leger geweest eigenlijk. En ze zit Vlaam gaan worden erin. Ja, het kan ook Vlaams zijn natuurlijk. Ja, zeker. Maar dit is Nederlands, of ja, Belgische, maar je kunt altijd terugvinden aan. Er staat voor, eigenlijk heb je twee serienummers erin staan. En dat is eigenlijk een Duitse serienummer. En dan vaak het land waar het van is. Dan zit altijd aan de rechterkant zit het originele chassisnummer zoals ze in de fabriek afgebouwd. En daarna zit het chassisnummer wat het leger die het gebruikt. Dat is wel een mooi ding dit. Ja. Hè? Zo. Wanneer gingen we die cursus doen? Ja, dat zal niet. Ja, dan kan ik wel een keer kijken, want we hebben binnenkort wel een keer zo'n cursus. Want we hebben iemand in Nederland die ook een Leopard heeft. Daar heb ik hem alleen die cursus gegeven. Alleen hij wil graag dat ook toch met een groepje mensen nou doen. Een paar vrienden van hem, dat je ook weet van hoe werkzaam. Ja, zeker. Ja, is wel... Die heeft gelukkig zelf een eigen trein, dus die kan rijden wanneer hij wil. Hè. Dat is wat we proberen tijdens een evenement gewoon de allemaal te combineren. Want dan doen we vaak een showtje van die auto's en dan kunnen we gelijk de instructies allemaal doen. Ja, en normaal zijn het toch mooi als zo'n ding rijdt natuurlijk. Ja, en het is ook vaak voor ons dan het speerpunt om het ding net klaar te hebben voor. Want het is een beetje op de deadline dan. Hè. We gaan naar een evenement, dan moet hij ook echt klaar zijn, want anders staat hij thuis. Je moet ook wel veel schoonmaken. Zo. Dus veel hoekjes en kantjes, hè, vooral bij die wielophanging en zo. Ja. Ik kom er bekend voor, ze hebben ook veel onderdelen binnengehaald. Ja. We tekenen eigenlijk uit. En dan maken we bijvoorbeeld, dit zijn brandstoftanks die we nieuw moeten maken voor die M44 die er nou net in staat. En dan maken wij de plaat. Alleen het truc waar ik wel vaak een beetje doen, dat het vaak maar eenmalig is. Daar ben ik wel vaak een beetje een slimheidje in te zetten. Door niet allemaal losse delen te doen. Want zoveel mogelijk settingen dat je niet veel van de lange naam. Maar die kunnen we niet zetten omdat dan die bankje kort is. Dus dan zei ik daarin zodat we dat. Bankje met de hand. Met de hand kunnen maken. Het is vaak eenmalig, maar je wilt toch wel gelijk in één keer goed doen. En dan zien we in het verleden deden we brandstanks wel eens repareren. Maar dat blijft eigenlijk toch ellende, want je gaat toch vaak, eigenlijk bijna zoveel eruit halen. Daar hebben we nou wel van geleerd om dat gewoon maar gewoon toevallig, we hadden laatst volgens mij een brandstoftank van een gas M21. Dat was ook eerst geprobeerd om hem, ik had eerst een stukje uit te slepen en dat werd nog groter. En uiteindelijk heb ik hem op de lasnaad, heb ik hem heel de onderkant eraf gehaald. Daar een nieuwe bak voor laten snijden, laten zetten en gewoon heel de onderkant vervangen. Ja. En aan de bovenkant waar hij eigenlijk tegen het voertuig ging, origineel gehouden dan. Want dat paste gewoon mooi al die, dat paste en tegen het voertuig aan en ook de aanzuigende vlotter en alles zit er dan gewoon in. We hebben toevallig twee persons gedaan en eerst hebben we ook origineel die tanks, want dat vinden we altijd net wat meer waarde. En hebben echt, ik denk, echt heel veel uren en heel veel geld aan bespeerd om dat goed te krijgen en was het eigenlijk wel dicht. En die andere hebben we nieuw gemaakt, was voor de helft van het geld. Je hoeft dan niet, want dat is inderdaad het risico, je zegt. Je haalt dan, denk je, net voldoende weg. Maar dan ben je net aan het lassen en dan kom je erachter. Dan weer niet goed en dan... Dan begint het gedonder, want dan haal je dat stukje eruit. Dan ga je daarin lassen en dan heb je daar weer een naad. Ik heb op school leren tekenen. Nou, dat is wel mooi. Dus we zijn net van wie tekent ze, maar Ivo tekent ze zelf deze. Dat stukjes van die Meteor-motor, dat is zo'n carburateurbed. Ja, dit is de common bak eigenlijk. Dus we gooien eigenlijk vaak nooit iets weg. Want je weet, want dit zijn toevallig de motorsteunen van een Comet. Het is altijd vaak wat je weggooit, dat heb je dan net nodig. Maar er is ook wel, stel wat je hebt, als je zo'n tank in elkaar hebt, dan heb je ongeveer bijna 5 tanks qua gevoel per opslag nodig. Dat is verschrikkelijk, er komt veel uit. Ik heb ook nog inderdaad wel diverse pallets met onderdelen die of nieuw gemaakt zijn. We hebben veel losse rommel erbij gehad ook. Dit zit dan ook in de Comet, dat is eigenlijk een soort druk sensor. En dit soort dingen, dat zie je vaak, dat als je zo'n tank ergens buiten heeft staan, is dit weg. Omdat dit dan net, dat is brons vaak, of messing, en dat is dan net weer waarde. Ik vind het wel heel jammer. Maar dit heel stuk bijvoorbeeld, om het kanon te bewegen, dat is ook voor ons. Ja, we willen het vogel zien.
Ja, maar ik denk dat je alleen even moet ook meer de kant. Ja, ik zal hem zoeken. We gaan even de vogel kijken. Ja, linksboven. Ik zie de hoekjes gezet hier. Die VR heeft goed naar zijn zin daar, geloof ik. Ja, die zit er wel de hele tijd. Ja, dat laat zich ook niet wegjagen. Nou, je moet de hele tijd om het vogeltje heen werken. Ja, ja. Het is heel mooi om de rust laten natuurlijk. Ja, mooi is dat. Deze ziet er wel netjes uit toch? Ja, hier zouden we nou proberen het kanon uit te halen. Zodat we die keer aan elkaar kunnen maken. Dat toch kijk. Ja, maar het moet ik allemaal niet meevallen, anders kan iedereen het. Hè? Nee, dat is ook zo. Het is een heel gepuzzel en het is wel leuk. We zijn dan vooral in de boeken, in de manuals aan het zoeken. Ja, zijn er veel, veel van te vinden? Nou, we hebben wel verschillende boeken, want het staat eigenlijk net niet in wat we willen hebben. Ja. Daar kun je veel tijd mee kwijt zijn met dat, ja. Met dat zoeken allemaal. Ja, dat klopt. Dat is ook wel vaak. Zo! Die heeft goed bekeken, die vogel. Hè? Die heeft daar gewoon de beste plek gekozen van de commandant, om het zo maar te zeggen. Ja, dit is een stukje geschiedenis van de Comet. Ja. Zo hebben we hem gevonden. Om te kijken hoe het ding er dan uitziet. Hè? Ja, dus komt echt als een stuk schoot binnen. En hier ben je ook eens zo'n motor weer. Ja. Ja, ik zou hem hier ook al liggen. Ja. Ja. Nou, ook wel zijn tanks. Ja, hier ligt er weer in. Dat is die mooie kleur groen die de Engelsen kunnen bedenken. Inderdaad, ja. Paardjes zijn altijd heel welkom bij mij. Dat is zo, ja. Ja, dat is ook vaak het enige deel wat ik begrijp aan die Russische boeken. Zonder dat ik kan lezen, kan het toch weer het zo, ja. Dit was wel een verschil, hè? Ja. Kijk dan. Hier zijn die veteranen, hadden we toen ook. En volgens mij, dit was Titch, hè? Ja, ik weet niet precies hoe Titch, die is denk ik nou 2 jaar geleden overleden. Dus die is helaas, is hij niet meer. Maar die man, die heeft eigenlijk gereden in de tank de Saint. En want dit is de eerste die we hebben gedaan, we hebben daarna nog eentje gedaan. Die hebben we dus ook naar zijn tank vernoemd. Hij zou toen het einde nog komen, maar toen was hij eigenlijk al niet meer zo goed te pas. En dat was het eigenlijk dan het einde uiteindelijk geworden. Maar dat was heel leuk om met die man te praten. Want hij zei ook, want zijn dochter was dus ook meegegaan uiteindelijk. Hè, ook die stukken weer teruggereden. En toen, hij herkende ook heel veel stukken niet. En hij had er wel een heel boek uiteindelijk van geschreven. En toen dachten we, goh, weet je wel, hoe kan dat nou dat hij... want hij herinnerde zich af en toe stukken, maar niet... Zoals de opmars is geweest. We zagen natuurlijk helemaal niet zoveel van het landschap. Dus als, ja. Dan hebben we helemaal niet zoveel. Dan hebben alleen maar bepaalde stukken hebben ze nog herinnerd. Omdat de rest zagen ze door één luikje of door een kijker. Dat is hetzelfde wat je altijd in de auto hebt. Als je als chauffeur rijdt, zie je niet zoveel van het landschap als de bijrijder. Ja, ik kan gewoon een beetje rondkijken. Ja, natuurlijk. Deze poos had een heel erg goed uitpunt. Daar zie je nou uiteindelijk ook een tafeltje bij komen. Die man Titch eigenlijk, dat was zijn tank gewoon. Daar wisten we helemaal niet van tevoren, want we hadden hem uitgenodigd en toen hij zag die poster en toen schoot hij echt een traan. En dat was wel heel emotioneel, ook voor zijn dochter en zo. Dat was echt wel even een puntje van, want we hadden hij zo groot uitgegroot, dus hij zag zichzelf ook bijna. Dus toen dacht hij van, oh, dus hebben we hem dan laten tekenen, die poster. Dat hij daar zijn handtekening. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Het is wel historie, zoiets. Het is misschien wel grappig wat jij zei, dit is het beladingsstuk wat de jongens dan eigenlijk altijd doen. Dat die kabels. Maar we hebben de rollen draad hangen er. Ja, dit is eigenlijk weer de moderne draad, maar we hebben heel vaak dus oude voertuigen. Is het canvas. En dat is eigenlijk een canvaskort, want dat hadden ze vroeger eigenlijk. En dat PVC is allemaal later gekomen eigenlijk. Alleen, ja, wij doen het nu ook later voertuigen, dus we hebben nu ook PVC. Maar vroeger hadden we dus eigenlijk vooral dit. Het grappige is dus modern gemaakt. En ik weet niet of ik het nou kan voelen. Er zit nog wel PVC in. Ja, ja. Inderdaad, het is een omvlechting eigenlijk. Ja. Maar goed ook. Ja, je hebt dus allerlei smaken, kun je die gelukkig nog bestellen. Er zijn bedrijven die dat maken. Ja, daar maken wij mooi gebruik van. Ja, dat is wel mooi gezegd, tot in de details, om zo maar te zeggen. Het houdt zijn waarde wel. Het houdt zijn waarde. En het wordt elk jaar ook meer waard. Want het is er gewoon niet. Net als met oldtime auto's, dat ze hierin investeren, omdat daar gewoon. Ze vinden het leuk om te hebben, natuurlijk, dat is één. Maar ze zien ook wel dat het een goede investering is. Dat is gewoon een belegging eigenlijk. Ja. We hebben het wel eens gezegd, het stijgt 10% per jaar. Het is ook steeds minder, want het wordt gewoon heel veel vernietigd. Ja, dat is ook wel gek om te zien. Hè? Dat ze best oude dingen nog vaak toch slopen. Ja. Dan een keer ergens tevoorschijn trekken en dat het dan toch vernietigd wordt. Ja. Ja, heeft ook wel met veiligheid soms te maken. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een aantal schietterreinen uiteindelijk. En dan staat daar wel een object waar ze op geschoten hebben. Maar daar zit vaak ook nog ongeplofte, niet ontplofte munitie in. Om dan die vergunning te krijgen om dat ding weg te halen, dat wordt ook niet meer makkelijk. Of dan, het gaat ook wel eens om natuur, hè, dat daar misschien een vogel in, net waar we nu hebben. Dus het een of andere zeldzame kikker in de buurt. En, ja, dan mag die tank ook niet weg. Want dan zou het toch eventueel de natuur kunnen... Alhoewel, je hoort ook wel eens dingen. Sommige oefenplaatsen waar leeuwpads heel vaak in Duitsland geoefend hebben. Dat het juist heel goed was voor de natuur. Omdat die leeuwpad alle grond eigenlijk een beetje loswoelde. En nou oefenen de Duitsers daar niet meer.
En nou gaat één keer in zoveel tijd gaat een leeuwpad daar rijden om die reden. Echt? Om de natuur in stand te houden. Ja, dat is, ja, dat is ook alweer bijzonder. Dat is een beetje hetzelfde als met de heide. Ja, ja, houden door met schapen overheen te lopen bijna. Maar dan toch even net aan. Een leeuwpad, ja. Ja, je kunt het terugvinden op internet. Dan zie je zo'n boswachter en die is helemaal gebuldig als hij die leeuwpad voorbij is gereden. Want dan weet hij van ja, daarna komen er allemaal diertjes en... Ja. Zie je wel, ik wist dat ergens goed voor was. Ja. Nou, daar heb je het. Dus daar zijn we gewoon heel goed bezig. We moeten gewoon vaker rondrijden. Mooi werk. Ja, ja zeker. Ja, sinds begin 2020. Ja. Ja, gewoon bij de school hier toe gekomen en uiteindelijk gewoon gewoon gestopt en gewoon gelijk gaan werken. Zo is het, ja. Je hebt eigenlijk MTS nou gedaan of zo? Of, Helemaal niks. Helemaal niks. Ik ga tankmonteur worden. Nee, ja, alleen vis, ja, daar is het. Ja, je hebt gewoon alles gaandeweg leren, bent gewoon handig en je pakt gewoon aan. Wij doen ook opleiding eigenlijk en we hebben ook een Bike Academy nu doen we dan. En wat we naar zoeken we op nou Quinten is met de draling bezig. En we proberen dan het eigenlijk, Erwin is die, dat is eigenlijk de specialist erin. En, zo kun je op die manier. Dit soort dingen leren niet vaak meer op school. We kunnen wel zeggen tegen ons, als we iemand zoeken die hier komt werken. Ja, dan kun je vragen, kun je een tank restaureren? Dat is niet, niet echt een opleiding voor. Nee, dus het is heel veel eigenlijk onder job leren eigenlijk. Ja, ik had nooit verwacht, toen was het nog een hees, dat ik een hees op school en had ik nooit verwacht dat zo die bij was. Zo, je kunt wel een keer met trots zoiets afleveren uiteindelijk, als je een project afgerond is. Dus dat is wel een momentje, denk ik. Ja, ja zeker vooral, vooral op sommige tanks als de Comet. Die hoor, ja, dat is... Firefly, de Engels hebben bedacht. Dus de Comet, daar zitten 17 pond op, maar de Engels hebben gegeven een Amerikaanse tank gehad. En via dat hebben ze dan een Firefly van gebouwd. Ja, we hadden het toen we bij Overloop waren, hadden we het nog over. Want we zeiden van dat de Fury een Firefly was, maar dat was niet. Het was een EZ-8. Ja, EZ-8. Ja. De Firefly heeft wel, achteraan de koepel zit die bakker aan, volgens mij. Met alles het kanon er eigenlijk niet in paste, toch? Ja. Zoiets was het. Ja, ze hebben uiteindelijk, wat normaal zit achter in de koepel de radio, maar die radio die past niet, daar hebben ze een extra bakje gemaakt en daar staat de radio in. En, maar Firefly, de Comet vind ik dat mooiste omdat hij daarna naar verbeterd is. En de Comet heeft al een quick firing kanon. Die 17 pond die ze eigenlijk in de Sherman hebben gezet, als Firefly, als je die schiet, is zo'n geweld, die loop heeft nog een tijdje een onstabiliteit. Ja. Dus je kunt niet gelijk daarna nog een schot lossen. Want Dat is nog het nazinderen. Bij Comet hebben ze de loop iets korter gemaakt en ze hebben de lading iets teruggebracht. Dus eigenlijk deed hij hetzelfde, maar die kon wel meteen, zo snel je hem kon laaien, kon je schieten. En dan kon je Firefly eigenlijk niet. Dan moest je even 23. Dan zo nou gaan doen. Ja, het was toch wel heel succes dat ze dat bedacht hebben. Dat was ook een probleem natuurlijk. De Duitsers, een Sherman is gebouwd als een medium tank en de Duitsers hadden heavier tanks en dan wisten ze wel. Ja, was helemaal niet bedoeld om het op te nemen tegen die grote. Nee. Maar als je ook kijkt, zeg maar, meeste mensen zeggen dat het bij 50 mm is, alleen is dat ook nog gekant, dus dat wordt 85 mm. Het scheelt eigenlijk maar 50. Hij weet al die dingen, laat me zeggen. Ik weet daar niet veel van, maar hij heeft zich helemaal ingelid. Hij is ook heel goed in, dat is zo'n spelletje volgens mij. Dan weet ik al die granaten, al je EPC en al die dingen. Dus gebruiken we wel eens vaak als vraagbank als je zulke dingen van, hoezo zit dat dan? Want de klant vindt dat soms wel eens interessant om te weten. Hoe zwaar is dat nou gepantserde ding en tegen welke munitie? En... Kijk, stiekem mee moeten brengen, joh. Kijk eens. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo, dank wel. Hey, nou. Overal fans, hè? Ja, blijkbaar, ja. Ja, mooi. Ah, vooral ook de oude video's, die kijk ik vooral. De nieuwe niet meer, je moet ook de nieuwe kijken natuurlijk. Ja, die ook heel stom. Ja, dat wou ik zeggen, ja precies. Maar net zoals die Audi 80, toen die al ging sprongen volgens mij. Dat weet ik nog wel. Ja, de spoorstangen eraf. Dat was een beetje een zwabberig ding wat dat betreft. Dat ding was eraf gekund dat hij te roestig was volgens mij. Ja, we hadden die auto al wat gekregen. Misschien als je hier gaat staan, dan kun je nog wel even als ook overzichtje... Hé, maar dat is top. Ja, dat is doen. Een foto daar. Wel een mooi uitzicht zo, moet je kijken. Goh. Dat is mooi, hè? Zo. Zo groot ga je niet mogen bouwen. Nee, dat klopt. Zo'n grote werkplaats mogen we ook niet daar hebben. Ja, dat is het demonteren van zoiets, dat kan echt verschrikkelijk zijn. Ja. Het zo vast kan zitten allemaal, vastgerot. Gebruiken jullie wel eens een linkse tap voor afgebroken bouten? Er zijn heel veel trucjes hier, of uitboren. Linkse tap ook nooit eigenlijk.
Nou ja, nee, maar dan kun je hem. Je hebt wel zo'n setje ervoor dat je die erin kunt draaien. Ja, ja, dat klopt. Dat, ja. Want dat zeggen mensen altijd tegen mij. Je moet linkse tap gebruiken. Zeg, ja, dat kan. Als je een bout hebt die afgebroken is, maar niet als hij vastgerot zit en dan de linkse tap erin draaien. Deze tank, dit is de derde die we nou doen, die Comet. En elke tank is toch weer anders. Ja, je hebt natuurlijk wel de stuk hetzelfde, maar het werk is altijd net weer wat anders. We hebben bij deze voor het eerst gehad bijvoorbeeld dat spanmechanisme compleet weggeroest was. Daar hebben we bij geen ene andere tank tot nu toe gehad, bij deze wel. Dus daar zit nou een andere op. Maar hoeveel hebben jullie er al opgeknapt eigenlijk? Want als ik nou even kijk hoeveel er hier nu alleen al staan. Ja, wij doen ongeveer denk drie echt grote projecten per jaar. Want ja, die kost ook gewoon heel veel tijd. En de teams zijn ongeveer 3 man. Je kunt er vaak niet meer mensen op zetten op een gegeven moment om het sneller te gaan. Want daar lopen ze elkaar alleen maar tegen elkaar aan. Maar ja, om echt te tellen hoeveel we nou gedaan hebben, dat weet ik even zo. Veel. Dat zien we ook heel vaak in deze wereld. Niet alles is te kopen hierin. Het is ook soms dat mensen het kunnen. Dat is echt heel belangrijk. Juiste mensen kennen en gunnen. Ja. Zee jij en zo onderling, die ruilen best veel uit met elkaar. Maar dat is moeilijk om daar iets, wat dat betreft, iets te regelen qua onderdelen of zo. Hè. Ze verkopen het niet. Je hebt meer kans dat ze het weggeven dan dat ze het verkopen bijna. Ja, toevallig daarover heeft iemand ons heel erg geholpen. We moesten nog één stukje tracklink hebben. Nou, ga dat maar zoeken. Dan hebben we het eindelijk iemand gehad en die zei ook tegen mij letterlijk. Van, ja, je mag die van mij lenen. Als je er ooit één vindt, wil ik hem terug. Ja. Dan zit hij daarop. Dus hij weet ook wel dat dat niet een heel... Maar als ik hem vind, ik heb daar nog steeds mijn achterhoofd. Ja, zo moet je het wel doen elkaar. Een beetje het gunnen eigenlijk. Een zelfgemaakte sleutels, ja. Wij hebben ook al ik heb een heel assortiment aan bijzondere gereedschappen. Ja, dat is wel... Dus eigenlijk om de... Je hebt eigenlijk 2 sleutels nodig, maar dat is 1 van die sleutels om de tank te spannen. Maar origineel is je maar zo lang. Tekenen we vaak van een origineel in en dan maken we er meerdere. Ook als je die dingen uitlevert, ja, die mensen moeten natuurlijk die ermee rijden ook wel mogelijkheid hebben om de tank te stellen. Maar vaak bijzondere gereedschappen zo, want jullie moeten ook vaak gereedschappen zelf bedenken en maken natuurlijk. Ja, omdat het bijvoorbeeld om sommige die blokken vaak zitten, motorblokken uit elkaar, zitten vaak ook hele speciale dingen in. Waar je denkt van, ja, waarom hebben ze dat nou weer zo gemaakt? Dan moet je in onder... Kom een bekend voor dit. Ik wou net zeggen, dat weet hij wel. Ja, ik kan hier laten zien, er zijn deze blokken gemaakt. Oh, dit is trouwens toevallig wat ik vond. Dit is zo'n pomp. Oh, daar heb je hem, ja. Die vind je dan toevallig weer ergens. Hè. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat is van die injectie dus. Ja, dat je zoiets dan weer vindt en dan denk je, goh, dat heeft gewoon ergens gelegen. We hadden nog gehoopt dat we dan ook dan die injectoren vinden, maar die vonden we dan weer niet. Deze hebben we ook nieuw gemaakt. Je ziet heel vaak dat ze niet het juiste dat pakken ze een bijtel en dan slaan ze de ding kapot. Ja, ja, ja. En dan krijgen we hem daarna nooit meer los. Ja, we hebben ze nou ook zelf gemaakt. We hebben de laatste dan de pocket van die BNP eraf gehaald. En daar zat ook inderdaad zo'n rare moer op. En daar hadden we ook geen gereedschap voor. De vorige monteur had het duidelijk ook niet, want die ook met een bijtel losgehaakt. Dat is binnenverlichting. Ja, en de rest weet ik dan niet precies, maar het zat allemaal in één dingetje. Dit zei ik weet niet wat dit is ook lengte. Ja, dat is een markeringslichtje. Oh, dat zijn die kapjes. Ja, dat is geweldig. Deze ook niet weten wat het is. Ja, dat is een interieurlampje inderdaad. Er zit dan zelfs een Russisch kistje in. Oh. Dat lijken wel zekeringen. Maar nee, zo kleine lampjes. Nou, dat zijn volgens mij de lampjes die we laatst hebben besteld nog. Mag eens kijken, zijn ze 24 volt zelfs ook. Dat zal wel. Oh, dit is wel een grappig trouwens, want dan weet ik dat de Duitsers hebben dit ook gehad. Hè? Weet je, de idee hierachter is, het is een convoylicht eigenlijk. En het idee is, je ziet hier dus licht uitkomen. Ja, ja. En als je 1 lampje ziet, ben je te ver weg. Als je 4 lampjes ziet, dus 4 individuen, dan zit je te kort erop. Je moet 2 lampjes zien eigenlijk. Ja, je moet eigenlijk dit zien. En dan zit je op de juiste afstand van jouw voorhanger. Dus als je heel ver weg bent, dan kun je niet meer zien dat dit individuele lampjes zijn. Want dan ziet daar gewoon als dan smelt het samen. Dan smelt het samen eigenlijk, omdat dat ligt aan je ogen natuurlijk dat je dat zo hebt. En als je op een gegeven moment dichterbij komt, als je dichterbij gezet, dan zie je op een gegeven moment langzaam 4 individuele lampjes. Duitsers hadden daar gebruikt dat ook. Ik weet niet of die ook op een tank was, maar... Dat is hetzelfde, ja. Ja, dit is... dat wou we graag meegeven, want wij wisten er niet... Het lijkt wel een toeterbuttenknop of zo. Nee, ook niet. Ja, dus misschien kun jij er iets mee. In ieder geval, dit lijkt wel meer een signaallamp met een lange stekker. Dat ze die ergens inzetten zo en dat je dan... Ik ben benieuwd, die moet ik eens naast die lampen houden die we hebben liggen die oorspronkelijk vanaf kwamen. Ja, er lijkt er wel veel aan, dat je hem vast kunt houden. Oh ja, inderdaad. Want deze is gewoon, want deze volgens mij... Ja, maar hij lijkt wel een... Oh, dat is ook hetzelfde. Oh ja, maar die heeft ook inderdaad hierachter een... Maar het is wel eens dat ze dat er gebruikten natuurlijk om... Dat is wel even Russisch, ja. Ja, zo eentje. Even, dit is wel mooi, want die zat er oorspronkelijk ook 1 op. Maar die is helemaal weggeroest. Hey. Kijk, dat is mooi. Dan weet ik dan niet waar het staat, maar er zal wel veel geluk met de lampjes zijn, denk ik. Ik probeer het ondertussen te vertalen, maar
Ik kan er zo gauw ook niks van maken. Dat is voor de Russische kijkers dan. Ja, misschien staat er gewoon een nummer op als het lijkt. Want nu lijkt me gewoon een 3. Ja. Dat is een Z. Oh, dat is een Z. Een Z. Ja. Z. Oeh, ja, dat. Dat wordt te moeilijk. En zijn ook, die letters zijn ook net niet zo duidelijk, omdat het zo van het. Van ja, het stencil is. Gemaakt is, ja. Maar het is ook wel grappig, het is toevallig het ding geweest. We zagen dus die ster onderdoor komen. En toen vonden we uiteindelijk dat het dus toch origineel was. Want dit is een soort gasdetectieverf die ze hadden. Maar ze, na de Eerste Wereldoorlog was het in de Tweede Wereldoorlog ook best bang dat er gas zou zijn. Ja, dat het er niet ruikt. Ja. En dat geel zou dan opkleuren naar paars. Hé, hey, supermooi. Ja, ja, ik denk dat wij, want we gaan nog even iets eten dadelijk. En dan gaan we weer... Ja. Ik wilde zeggen richting het zuiden, maar we gaan eigenlijk richting een beetje meer naar het noorden. Ja, 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 ik zat even voor de oriëntatie, maar volgens mij is het ja, noorden, een beetje naar het westen. Ja. Noordwest. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, Ivo, hartstikke bedankt voor de rondleiding. Ja, graag gedaan. Supermooi. Ja, het is echt tijd, we moeten echt gaan. Maar volgens mij hadden we hier nog wel een dag rond kunnen lopen, denk ik. Want het is ja, echt superveel te zien, hè? Ja, of als we een keer een evenement hebben, dan moeten we samen... Dat zou wel tof zijn. De tank meenemen en dan een ritje rijden. Zo. Ja. Ik hoop dat het snel kan weer zo'n evenement. Ja, dat zou mooi zijn. Dat is ook wel fijn. Zijn, ja. Want dat merken we ook wel vaak. Voor ons is daar vaak wel een Dat waar je naartoe leeft eigenlijk. Ja. Ja, ja, dat is wel mooi. Want dan kun je inderdaad zo'n ding waar je dan opgeknapt hebt naar presenteren. Ja, dat is wel super. Heb je hier een keer mee gereden en zo. En dat is toch ook altijd vaak wel plezier eigenlijk. Dat is zo. Ja, ja, top. Hey, ja, wij gaan weer terug naar huis. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, ook bedankt voor de spulletjes. Dan, ja, ook succes hè, met alles. Nieuwe. Ja, daar komt ook even mee lopen zo. Oh, dan de deur besturen. Nou, hey, Ivo, hartstikke bedankt voor de rondleiding. Jij ook bedankt voor de komst in ieder geval. En, en bedankt voor de spulletjes natuurlijk. Ja, hè. Ja. Ja, super interessant. Ja, we hadden volgens mij nog wel een... ik weet niet hoe lang een video het geworden is, maar ik denk stiekem best wel lang. Maar daar was ik echt heel veel te zien. Ik heb in ieder geval altijd nog een keer langskomen. In ieder geval positief hoe jij... Met je kanaal in ieder geval. Ik vind het zelf heel mooi dat het de mensen die in de techniek aanspreekt. Want ja, je ziet technieken waar jij ook zegt, waar ik ook zeg, dat is gewoon het belangrijkste wat er is, vind ik dan. Ja. Dat er veel mensen gewoon in de techniek aan de gang zijn. En, het is dankzij techniek wel dat we zo ver gekomen zijn als we nou zijn. Hè? Anders liepen we nog steeds overal met een knuppel. Nee, een knuppel had dan ook al niet. Nee. Dat is ook al dat is techniek al, om het zo maar te zeggen. Dus daar vind ik dat is super positief dat je dat doet. En dat je mensen daar, dat je volgers hebt die net als Quinten, die ook helemaal fan is, dat die. Die zijn dadelijk ook denk ik af en toe weer bij ons gekomen daar op die manier. Dat, als je iets in de techniek wil, dan is er zat te werken. Sowieso ja, dus dat is een goede tip nog voor degene die zit te kijken. Ga techniek doen. Ja. Hey, Ivo, hartstikke bedankt. En we zien elkaar zeker nog een keer. Ja, zeker. Oké, goedjes. Doei. We zitten weer in de auto onderweg naar huis. Ja, we hebben net nog gauw even een hamburgertje gescoord om toch maar even iets te eten. Want het is alweer gewoon het eind van de dag eigenlijk. Maar ja, ik moet wel bekennen, ik had ook nog geen honger gekregen eigenlijk. Het was al echt gewoon zo interessant. Echt bruto hoor, wat ze daar allemaal aan het doen zijn. Mooi. Hey, voor ik het vergeet. WD-40, de Fix-It Challenge. Dat is nog steeds geldig hè. Dus als jij jouw project deelt met een foto of een video of je verhaal met WD-40 in de link in de omschrijving, dan maak jij maar liefst kans op een prijs wekelijks van €500. Plus te goed wordt weggegeven. En een hoofdprijs van maar liefst €6000 plus te goed. Dus dat is wel tof. Dat is zeker lekker als je bezig bent met een project. En het hoeft niet per se een tank te zijn. Het mag ook een brommer zijn, of een auto, of misschien ben jij wel een tuinhuis aan het bouwen of je huis aan het renoveren. Het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Als je maar bezig bent met een bouwproject, klusproject, reparatieproject, deel het via de link en misschien ben jij wel een mooie prijs. Dus, dan zou ik nog eraan toe willen voegen, de English Summary in de description. I have no idea how I am going to summarize this whole day. Far too much to tell about, I think, but I will try. De comments ook. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.